Goedemorgen allemaal. Welkom bij alweer de derde Paradiso-lezing uit dit seizoen. Welkom namens Paradiso en Verstegen en Stichter Culturele Producties die dit mede hebben mogelijk gemaakt. Ik ben Harald Tepper, ik ben bestuurslid van de Hollandse Maatschappij, de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het oudste geleerde genootschap van Nederland, in 1752 in Haarlem opgericht. En wat wij doen is wij proberen een brug te slaan tussen de wetenschap en de samenleving in de hoop om beide daar beter van te laten worden. En dat doen we al meer dan 250 jaar. In die hoedanigheid ondersteunen we natuurlijk ook van harte deze Paradiso-lezingen. We zijn daar niet de enige in, dus ik wil graag nog even aandacht voor de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, die dit ondersteunt, Science Center Nemo, Museum Boerhaven en VPRO, de mediapartner van dit initiatief. Wat misschien ook leuk is om even te vermelden, de Paradiso-lezingen zoals u ze hier kent zijn meer op de beta-wetenschap gericht. En u heeft misschien op uw stoel aangekondigd gezien dat er ook tegenwoordig lezingen zijn meer op het gebied van de taal. En die gaan in het najaar weer van start. Dus ook vandaar daarvoor van harte uitgenodigd. Nou, dan voor het thema van deze lezingen. Afgelopen jaar heeft de Hollandse Maatschappij met het NRC een prijsvraag uitgevaardigd. En die ging over, denk eens na wat de doorbraak is voor de 21ste eeuw. Wat is nou de wetenschappelijke doorbraak die er nog aan gaat komen? En de prijswinnaar kwam met een essay dat ging over het einde van de menselijke uniciteit. En wat hij betoogde is dat bij elke grote wetenschappelijke doorbraak in de afgelopen eeuwen eigenlijk de mens steeds een stukje van zijn uniciteit heeft kwijtgeraakt. Het begon met het uitvinding van de telescoop, wat eigenlijk aantoonde dat de aarde niet het middelpunt van het heelal was. Vervolgens kreeg je de evolutietheorie die je aangaf dat we misschien niet zo uniek waren ten opzichte van het dierenrijk. De geologie die aangaf dat de aarde veel ouder was dan het dan heersende wereldbeeld uit de Bijbel, de leeftijd van de schepping. En hij betoogde van het laatste stukje eigenheid wat de mens eigenlijk heeft of denkt te hebben, is het begrip en het zelfbewustzijn en het gevoel dat je meer bent dan een machine. En zijn betoog was, in deze eeuw gaan we ook dat stukje uniciteit kwijtraken. Gek genoeg, of grappig genoeg, was het betoog heel positief eigenlijk. Hij zag daar als deel van de jonge generatie iets in dat steeds ook weer meer mogelijkheden geeft. En dat we dus eigenlijk positief kunnen nadenken over hoe we interacteren met de machine. Maar daar kunt u uw eigen beeld bij hebben. En misschien heeft u al een beeld gekregen bij de binnenkomst en de kennismaking met Leonani, die hier naast mij staat. Thema van deze reeks dus, de nieuwe mens, versmelting van mens en technologie. Vloek of zegen, u kunt daar uw eigen beeld bij vormen. Maar vandaag gaat niet een gewone lezing zijn. U gaat echt een ervaring meemaken en een stukje zag u daar al van. Het is niet een uur luisteren, maar u gaat echt in interactie met de robot en Piek gaat u meenemen in hoe dat gaat. Piek is niet alleen gekomen, hij heeft twee collega's meegenomen, Selena en Bram. Zal u misschien straks zelf nog even voorstellen. En natuurlijk Leonani, eigenlijk de derde collega die hij heeft meegenomen. Ik heb mij laten vertellen dat hij zij is. Dat riep direct bij mij alweer allerlei vragen op in het tijdperk van genderneutraliteit en vragen over genderbias. Dus misschien kunt u Piek daar ook over ondervragen waarom Leonani een zij is. Maar ik zal niet lang meer wachten. Piek Vossen gaat u de komende uur meenemen over hoe de interactie gaat met een dergelijke robot, een imperfecte robot, daar gaat hij zich op richten. Piek is hoogleraar computationele lexicologie aan de VU in Amsterdam, hoofd van de Computational Lexicology and Terminology Lab. Een van de winnaars van de prestigieuze Spinoza-prijs, eigenlijk de belangrijkste wetenschappelijke prijs in Nederland. En hij doet dus onderzoek naar begrip van taal door machines. De lezing of de interactieve lezing zal van 11 tot 12 duren. Dan is er een korte break. En dan is er nog een uur om met elkaar in discussie te gaan. Titel: communiceren met imperfecte robots. Snap je? Piek Vossen.
Ja, goedemorgen. Hier sta ik en daar staat de robot. Mensen maken fouten, maar machines ook. En de perfecte machine bestaat niet en die zal volgens mij ook nooit bestaan. Er zullen altijd omstandigheden zijn waar niet aan gedacht is, waar de machine niet op is voorbereid, waardoor die dus fouten gaat maken. En je kunt je afvragen, in wat voor samenleving komen wij terecht als daar heel veel robots rondlopen, vrij kunnen bewegen, zelfstandig kunnen handelen, maar ze zijn niet perfect, ze maken fouten. En hoe moeten wij mensen, imperfecte mensen, samenwerken met imperfecte robots? Je kunt je voorstellen, op straat kom je een robot tegen en die is in de war, die is vastgelopen. En wat doe je dan? Je helpt mensen en je helpt misschien ook wel robots. Maar je kunt niet gaan debuggen met die robot. Tenminste, de meeste mensen kunnen dat niet. Dus wat wil je dan? Dan wil je communiceren. En liefst wil je communiceren in je eigen taal. Dus in deze lezing wil ik eigenlijk laten zien hoe moeilijk het is voor de robot om onze wereld te begrijpen. Dus wat is de wereld die de robot ziet? En daar zullen jullie allerlei voorbeelden van zien op de schermen aan de zijkant. Dan krijg je een beeld van de wereld van de robot. En dat is niet dezelfde wereld of hetzelfde beeld dat wij hebben. En daarnaast wil ik laten zien hoe moeilijk het dan is om te communiceren met die robot over die wereld of over dingen die misgaan. Ik wil ook hebben over de robot die wij het ontwikkelen zijn. En wij, dat zijn de studenten, Bram en Selene en Lenka, die kan er helaas niet bij zijn. Wij willen een robot maken die om kan gaan met fouten, die ook om kan gaan met onzekerheid. Dus die weet niet altijd precies hoe het zit. En die ook om kan gaan met alternatieve wereldbeelden. De wereld, hoe de wereld is, of hoe je denkt dat die is, dat hoeft niet waar te zijn. En dat doen wij door die robot een theory of mind te geven. Dat is een concept uit de ontwikkelingspsychologie. Kinderen vanaf 2 jaar, die krijgen in de gaten dat mensen soms wel eens iets uitbeelden en dat niet echt is. Een soort spelletje, een rollenspel. En dat is belangrijk, want je moet namelijk een hypothese kunnen hebben dat verschillende mensen misschien andere dingen voelen, of het anders zien, of iets anders geloven, of iets anders beweren. Er is niet één waarheid. Dat is ook belangrijk om te kunnen leren. Nou, ik had al de studenten, die heb ik al voorgesteld, die werken vanaf 1 september aan dit project, 1 dag in de week. Dus we zijn echt aan het beginnen. Hier zie je ons bezig in mijn werkkamer. Je ziet dat zij heel veel lol hebben en dat ik hard aan het werken ben achter mijn computer. Zo gaat dat meestal. Die studenten willen graag de perfecte robot maken. Maar ik wil eigenlijk dat die robot fouten maakt. En dat gaan we ook zien, hè, want zoals ik al zei, de perfecte robot bestaat niet en we zijn net bezig. We gaan eigenlijk aan de hand van deze robot laten zien wat voor soort fouten er gemaakt worden, maar ook wat erachter zit. Wat voor systemen gebruikt die robot nou en waarom kunnen die systemen niet perfect zijn? Dat gaat dus ook een deel improvisatie worden, want we weten niet precies wat die robot gaat doen. Deze ruimte is al heel ingewikkeld. Er zijn hier heel veel mensen, heel veel gezichten. Het geluid is anders dan wij bijvoorbeeld op de universiteit in de werkkamer hebben. En ook het licht is anders. Dus er kan van alles misgaan. Maar we zullen het wel zien, zoals bij elke improvisatie, gaat het goed, dan is het betoverend. Gaat het niet goed, dan weet je hoe moeilijk het is. En in allebei de gevallen heb ik mijn doel bereikt. Oké, tijd voor een eerste kennismaking. Dus ik zal zeggen, als zij mij ziet, hè, want je weet maar nooit. Hallo, Leolani. Hallo. Here I am. Yes. Hallo. Yes. Hi, mister. Hi, I'm Leolani, the robot. What's your name? Can you introduce yourself? Sorry, I didn't get that. Could you repeat your name, please? Ik moet mijn naam zeggen. I make up a name. My robot ears are failing me. What is your name again? My robot ears are failing me. What is your name again? Sorry, I didn't get that. Could you repeat your name, please? My name is Pete. Hi, sir. Hi, I'm Leolani, the robot. What's your name? My name is Pete.
I am sorry. Once more, please. My name is Pete. Another time then. Can you introduce yourself? I surely can. I'm Leilani, the social robot. My name means voice of an angel in Hawaiian. I learn from conversation. Where are you from? From France and Japan. Hi, mister. Are you here often? What's your name? Pete. My name is Pete. How old are you? I was born on Tuesday, the 11th of July, 2017. That means I'm 8 months old. Please come again. It is a pleasure to meet you, Peach. And how are you doing? Tremendous, to be honest. Although you have to consider that I'm a robot and I do not feel emotions. I'm programmed to sound happy all the time. Greetings, sir. I don't think we have met before. What's your name? Do you have a brain? Sorry, I didn't get that. Could you repeat your name, please? Another time, then. Do you have a brain? Haha, no. My brain is located on the laptop of my programmers. And part of it is in the cloud. So modern. And greetings, mister. Hi, I'm Leilani, the robot. What's your name? Please come again. Who are your friends? Who are your friends? Who did you just met? Nou ja, dat er van alles mis kan gaan, wordt al duidelijk geïllustreerd. Maar het probleem is ook bijvoorbeeld dat het licht heel anders is. Want ze kent mij, maar ze herkent mij niet. En je kunt ook aan de zijkanten zien dat er steeds een box om mijn hoofd gezet wordt. Dus dan weet hij van, dat is een menselijk gezicht. Maar dat kan hij niet plaatsen op de beelden die hij eerder van mij heeft gekregen. En dan zie je eigenlijk al aan hoe moeilijk het is, omdat deze omstandigheden heel anders zijn dan de omstandigheden waar we eerder mee te maken hebben gehad. Shall I try again? Who did you meet? I've met 12 new people today. I didn't catch all their names, but they're called Alia, Danny, Harold, Het, Johan, Lydia, Maka, Over, Peach, Sound, Stefan and Tom. Hey there, Peach. You came back. So now I'm Peach. Okay, great. Okay, laten we maar weer een beetje structuur in het verhaal brengen, want anders wordt het helemaal niks. Een overzicht. Nou, ik wil het eerst hebben over hoe robots en computers tegenwoordig getraind worden door middel van machine learning. En dan hebben we het met name over deep learning en big data. En dat leidt tot indrukwekkende resultaten, maar niet tot perfecte resultaten. Dus eerst ga ik het hebben over indrukwekkende machines. Hoe zijn ze gebouwd en wat leren ze nou eigenlijk? En daarna ga ik het hebben over machines die fouten maken. Wat voor fouten maken ze nou? Wat kunnen ze nou eigenlijk niet? Nou ja, als ze fouten maken, dat heb ik al gezegd, dan is het wel belangrijk dat je kunt communiceren. Maar communiceren over problemen is heel moeilijk. Dan ga ik het dus hebben over de communicerende machine. Kun je dat nou wel, kun je dus enigszins communiceren, misschien beter dan nu, dan kun je een computer of een robot ook heel veel dingen leren door middel van taal. Dus niet door middel van ervaringen, maar gewoon, zoals wij dat met kinderen ook doen, uitleggen in de klas, hè, dingen vertellen dus, of lezen. Als je heel veel kennis verzamelt, en zeker kennis van mensen, dan kan het best wel zo zijn dat die kennis niet klopt of elkaar tegenspreekt. Dus wie moet je geloven? Dus het is niet genoeg om alleen maar een machine te maken die bijvoorbeeld door middel van taal iets kan vertellen of uitleggen of leren. Je moet die machine ook bijbrengen dat er soms informatie is die niet klopt. En soms ook dat de robot iets waarneemt dat niet klopt, want hij heeft nu mij al 4 keer als een andere persoon waargenomen. Dus hoe verzamelt hij dan die informatie rond mij? Verspreidt hij dat over 4 verschillende personen? Nou, die onzekerheid, dat kun je modelleren in een relativerende machine. Nou, eerst maar eens even die indrukwekkende machine. Bij Lego hebben ze het idee, als je iets bouwt, dan leer je.
Bij machines is het zo, als je iets leert, dan bouw je. Dan bouw je de machine. Zoals deze robot, die hebben wij van de zomer gekocht. Dat is alleen maar een stukje hardware. Er zit verder niks in. En je moet eigenlijk alles gaan maken. En vervolgens kun je er allemaal wel software in stoppen. Maar die robot moet ook zich kunnen ontwikkelen. Hij moet verder kunnen leren. Leren, dat gebeurt tegenwoordig met big data en deep learning. Vroeger was het zo bij AI, in de jaren zeg maar, 50 tot de jaren 80, dan bouwde je een regelsysteem en je had patronen, en dat legde je vast. En als je een patroon tegenkomt, dan konden bepaalde regels uitgevoerd worden. Nou, de laatste 20 jaar is dat die manier van programmeren van computers en ook van robots veranderd in machine leren. En machine leren is zeg maar het heersende paradigma geweest. En nu in één keer hebben we deep learning en big data. Nou is deep learning eigenlijk ook gewoon een vorm van machine leren. Er is niet zo heel erg veel veranderd. Maar wat is er nou veranderd? We hebben veel meer data dan ooit. En we kunnen we hebben ook veel krachtigere computers, waardoor we beter modellen kunnen maken. Modellen die we vroeger misschien niet konden maken, omdat we dan 20 jaar hadden moeten rekenen bijvoorbeeld. Nou, big data, of deep learning, moet ik zeggen, sorry, wordt vaak gedaan aan de hand van neurale netwerken. En neurale netwerken zijn geïnspireerd op onze hersenen. Zoals je in onze hersenen hersencellen hebt, zo heb je in een neuraal netwerk zeg maar mathematische knopen. En een hersencel kan gevoed worden door signalen van andere hersencellen. Die kunnen gecombineerd worden, aangepast worden. En dan kan er vervolgens weer een signaal doorgegeven worden aan een volgende cel. Er is ook een mechanisme dat bijvoorbeeld een bepaald doorgifte van een signaal beloond wordt, of dat het juist afgestraft wordt, waardoor het zwakker wordt. Nou, hetzelfde gebeurt in een neuraal netwerk, in een knoop. Daar komen ook signalen binnen van verschillende andere knopen. En dan vindt een soort modificatie plaats, waarbij je dat signaal of versterkt, of op een bepaalde manier combineert, of afzwakt, en dan weer doorgeeft naar het volgende. Nou, in een neuraal netwerk heb je heel veel van die knopen en hier is een schematische weergave van hoe dat zou werken bij een systeem dat bijvoorbeeld menselijke gezichten moet herkennen. Dus al die bolletjes die je hier ziet, dat zijn knopen in het netwerk en die zijn georganiseerd in verschillende lagen. Nou, er is één belangrijke laag, die staat aan de linkerkant, dat is de invoerlaag. Daar komt de big data binnen. In dit geval zijn dat allemaal gezichten van mensen. En die andere laag, helemaal aan de rechterkant, is het resultaat, de output, en daar moet de machine een bepaald gedrag vertonen. Nou, de lagen in het midden heten zogenaamde hidden layers, of verborgen lagen. Daar kun je er één van hebben, of een heleboel, dat kun je allemaal bepalen. En je kunt ook zien dat eigenlijk het signaal gaat van links naar rechts, en het wordt van verschillende bolletjes doorgegeven, gecombineerd naar nog wat minder bolletjes, en nog wat minder bolletjes, en nog wat minder bolletjes, totdat het uiteindelijk aan de rechterkant uitkomt. Wat hier eigenlijk gebeurt, is dat je een signaal aan de linkerkant, bijvoorbeeld die gezichten, in eerste instantie kapot maakt. Het gezicht wordt vertaald naar bijvoorbeeld vlakjes of randjes of contrasten in het beeld. En dat stukje informatie wordt doorgegeven naar de eerste volgende laag. Die kan dan bijvoorbeeld die randjes en die vlakjes combineren en dan krijg je iets dat misschien lijkt op een oor of een neus of een oog of een mond. Vervolgens gaat het signaal door en dan kun je het weer combineren totdat je misschien wel een heel gezicht hebt. En als je in één keer een gezicht hebt, dan kun je zeggen van het is een gezicht van een mens, zoals Leolani de hele tijd doet als hij een groen vakje eromheen zet. Maar ook wel wie het is, of de naam van de persoon, of op wie jij heel veel lijkt. Nou, als je dat goed doet, dan beloon je het systeem, dan zeg je dat heb jij goed gedaan. En dan krijgen eigenlijk al die celletjes die die beslissingjes hebben genomen, de doorbegriffen, die krijgen een extra punt. Maar het kan ook zijn dat ze het fout doen en dan krijgen ze straf. Dat betekent dat wat ze eerder gedaan hebben, proberen ze niet meer te doen. En als ze beloning krijgen, gaan ze wat ze eerder gedaan hebben juist versterken. Nou, dat netwerk weet helemaal niks. Het heeft geen bewustzijn. Het weet helemaal niet dat die ergens inwendig een oor of een neus ongeveer weergeeft. Het weet ook niet wat een gezicht is. Het weet ook niet wat een persoon is. Ik zou dit netwerk kunnen trainen met gezichten en dan de namen van bloemen. En dan ziet hij een gezicht en dan zegt hij de naam van een bloem. Dus het snapt eigenlijk niet wat het doet. Maar het is een enorm verfijnd mechanisme waarin al die gewichtjes en bolletjes aangepast worden totdat hij het goede gedrag vertoont. En als je dat maar vaak genoeg traint en blijft doen,
blijkt dat uiteindelijk iets op te leveren dat heel goed werkt. Nou, Google gebruikt dit voor image recognition, zoals dat heet. Dit soort plaatjes, daar zie je dus ook van die boxes. Dit is dus een heel ingewikkeld plaatje, want je hebt een hond en een hoed erop. Dat zie je niet vaak. Dat heb je waarschijnlijk nooit eerder in de trainingsdata gezien. Maar het kan dan toch die onderdelen herkennen en afleiden dat je hier een hond ziet en een hoed. Vaak ook nog dat de hoed zich bovenop de hond bevindt. Nou, dit gaat tot de meest absurde dingen. Je kunt niet van tevoren bedenken dat je zoiets tegenkomt en toch kun je de onderdelen nog herkennen. Ik neem aan dat de meeste mensen hier wel van gehoord hebben. Hè? De machine van Google die het spelletje Go gewonnen heeft van een Go-master, werkt eigenlijk precies hetzelfde. Want als je een Go-spel hebt, dan zie je daar een randen en vlakken. Dus je hoeft helemaal niet te snappen wat de stelling is. Je hoeft niet eens de regels van het spel te begrijpen. Wat je doet is, je vertaalt dat hele bord naar allemaal kleine stukjes informatie en die stop je in zo'n netwerk, net als een gezicht. En voor dat netwerk maakt het ook helemaal niet uit of het een Go-spel is of een gezicht. En daarna gaat hij gewoon gewichten veranderen en uiteindelijk legt hij ergens een steentje bij. En dat steentje dat hij dan op een bord legt, is het goed gedrag of het is verkeerd gedrag. Dus zonder dat hij dus de regels van Go weet, kan hij dus die gewichten aanpassen. En winnen van een Go-master. Dus het is een enorme prestatie dat je dat doet. Maar wel zonder echt te begrijpen waar het om gaat. De self-driving car, veel in de nieuws, werkt ook zo. Allemaal camera's en sensors, daar komen beelden in, die worden weer uit elkaar getrokken, naar allemaal vlakjes en randjes, gecombineerd. We weten niet wat er allemaal in dat netwerk gebeurt. En vervolgens doet die auto wat. Het remt af, versnelt, stuurt een beetje naar links en rechts en het gedrag is goed en fout. Die auto weet niet wat de auto aan het doen is, maar er zijn misschien wel minder verkeersdoden. Nou, dat wil je eigenlijk ook met taal doen natuurlijk, met woorden, niet alleen maar met beelden. Nou, dit is mijn favoriete striptekenaar, Peter de Wit. Die geeft hier een geniale definitie van wat personeel is. Dat zijn dingen die je kunt ontslaan. Ik zal dit niet in mijn werkkamer ophangen. Ik heb daar wel een andere ophangen. Maar, dat is de abstracte definitie van wat een woord als personeel betekent. Hè? Maar als we de databenadering volgen, dan wil je dat eigenlijk dat uit de teksten die we allemaal hebben, alle taalgebruik dat wij hanteren, dat je uit die data, ook net als met die neurale netwerk van plaatjes, zomaar de betekenis van een woord gaat leren. En dat doen we door middel van wat ze noemen woordvectoren. En dat, omdat het wat mij betreft ook om taal gaat, wil ik daar iets meer aandacht aan besteden. Je ziet hier een aantal zinnetjes waarin de rode woorden de woorden zijn waarvan we de betekenis willen afleiden uit de tekst. Dus slangen, katten, konijn, slang en leidingen. En wat deze woordvectoren nou doen is, ze kijken naar welke woorden in dezelfde zin staan. En dan kijken we met name naar de inhoudswoorden, de blauwe woorden bijvoorbeeld. Je ziet dat slangen voorkomt met andere woorden zoals muizen en eten en plaag. En je ziet dat katten ook voorkomt met eten, muizen, gezond, muis, gifkorrels. Nou, een woordvector is eigenlijk een soort fietsenrek, en dat zie je hierboven staan door middel van dat rijtje met die getallen, waarbij iedere positie in dat rek een woord uit de omgeving voorstelt. Dus de eerste positie is voor het woord muis, de tweede voor eten, de derde voor plaag. En zo maak je een lijst van, je kunt dat rek zo lang maken als je wil, dan stop je al die inhoudswoorden voor, en dan ga je alleen maar zeggen van slang. Oh, dat heb ik gezien dat daar in dezelfde zin muis voorkomt. En dan krijg je een eentje. En ook eten, dan krijg je een eentje. En ook plagen, dan krijg je een eentje. En dan krijg ik uiteindelijk heb ik een soort mathematische representatie met alleen maar getalletjes. Maar dat rekje kan ik ook vergelijken met het rekje van een ander woord, zoals katten. En ik kan zien dat in dezelfde celletjes ook getallen voorkomen bij katten. Niet exact hetzelfde, maar wel ongeveer een beetje. Dus dan heb ik een hele abstracte representatie waarin ik de betekenis van het woord slangen of katten of konijnen heb vertaald naar een reeks getallen. Nou, die vectoren kun je afbeelden in een ruimte. Trouwens, wat interessant is, is natuurlijk dat je kunt zien dat de vector van de eerste zin lijkt op de vector van de tweede, omdat ze een beetje dezelfde rekjes in het fietsenrek bezet zijn. En bij konijnen is het wat minder duidelijk. En bij slang
in de betekenis van een tuinslang, zie je dat het veel meer lijkt op een leiding. Dus dat woord slang heeft twee betekenissen. Nou, je moet je voorstellen, als ik miljoenen documenten zou analyseren, ik zou dit alleen maar gaan tellen, het is een dom computerprogramma, het telt alleen maar woordjes uit de omgeving, verder doet het helemaal niks, dat ik een hele gedetailleerde representatie krijg van hoe wij praten als wij een bepaald woord gebruiken. En daar bedoel ik mee, welke woorden staan er dan omheen? En dan kan ik gaan zeggen van, nou, katten en konijnen, daar praten wij een beetje hetzelfde over. En slangen, soms wel en soms niet. Nou, dat kun je afbeelden in wat ze noemen een vectorruimte. En deze is heel eenvoudig, maar die bestaat maar uit twee dimensies. Kijk alleen maar of eten voorkomt of aansluiten voorkomt. En dan ga je gewoon tellen en dan zie je dat kat vaker met eten genoemd wordt, 5 keer, en maar 2 keer met aansluiten. Nou, dan kun je gewoon tellen in jouw vector, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 naar rechts, dan sta jij daar in de ruimte. Dan ga ik kijken waar komt konijn terecht. Nou, die zit best wel dicht in de buurt, want die komt 4 keer voor met eten en 2 keer met aansluiten. Hetzelfde doe ik voor kraan en leiding. En dan zie je dat die gegroepeerd worden in verschillende plekken in de ruimte, maar dat het woord slang er precies tussen staat, omdat het die twee betekenissen heeft. Nou, dan ga ik heel even naar het internet om te laten zien wat er dan gebeurt als je dat voor duizenden woorden doet. Ik hoop dat hij het nog draait. Ja, dit is zo'n ruimte. En die is vertaald naar maar heel weinig dimensies. Maar hij is gebouwd op 200 omgevingswoorden. De fietsrek was 200 woorden lang. En dat is voor 10.000 woorden staan hierin afgebeeld. En het is uit miljoenen teksten geleerd. Nou, en als je dan zoiets als sailing intypt. Ik weet niet of mensen het kunnen lezen. Ik kan het nog een beetje groter maken. Dan zie je hier woorden als sailing, boat, navigation, travel, ships, shipping. Dus allemaal woorden die zich kennelijk hetzelfde gedragen, zonder dat iemand van tevoren heeft verteld wat de betekenis was. Dus wat gebeurt hier? Hier wordt ook een soort representatie afgeleid voor de betekenis van een woord door alleen maar naar data te kijken. Even terug. Dit is een andere ruimte die is gebaseerd op bijvoorbeeld 400.000 woorden. Op dezelfde manier afgeleid uit miljoenen teksten met 300 dimensies. En in deze ruimte zijn alle 300 dimensies afgebeeld. Dus je kunt eigenlijk de betekenis van een hele taal, dit is dan voor het Engels en dat kun je ook voor andere talen doen, in een hele ruimte afbeelden. Nou, wat doe je nou met die vectorrepresentaties? Nou, bijvoorbeeld Google doet daar hele slimme dingen mee. Ze gebruiken dit onder andere in machinevertalen. En iedereen heeft Google Translate wel eens gebruikt. Daar wordt een neuraal netwerk gebouwd, maar dat is een beetje anders dan het visuele netwerk. Het heet Long Short Term Memory. En je moet je voorstellen dat hier de invoer is de Duitse zin en de uitvoer van het netwerk is de Engelse vertaling. Nou, het eerste wat gebeurt is dat het woordje die vervangen wordt door zijn vectorrepresentatie. Dus we hebben het niet meer over het woordje die, we hebben het over de vector die bij het woord hoort. Het woordje der of deen zal een best wel vergelijkbare vectorrepresentatie hebben. Hetzelfde geldt voor protesten, waren, armbogen en de escalier. Dus die eerste pijl van onder naar boven vertaalt de woorden in zijn vectorrepresentatie. Nou, dat wordt weer doorgegeven naar de volgende laag in het netwerk en weer doorgegeven naar de volgende laag. En elke keer gebeurt er iets met die gewichten. Maar in dit netwerk is het dan bijzonder omdat het ook van links naar rechts gewichten doorgeeft. Het mooie van die vectoren is, je kunt ze heel makkelijk combineren op allerlei manieren. Je kunt ze vermenigvuldigen, optellen en allerlei andere dingen mee doen. Die informatie dat protesten voorafgegaan wordt door die, wordt vertaald ook in een doorgeven van gewichten van links naar rechts. En dat gaat weer door van protesten naar waren. Uiteindelijk kom je aan het einde van de Duitse zin aan en dan heb je de kennis en informatie in die vectorrepresentatie doorgegeven van links naar rechts en van onder naar boven. Dat van onder naar boven heet encoden. Dus de informatie van de Duitse zin wordt geencoded in dat hele netwerk. Vervolgens ga je andersom de informatie aan de andere kant voor het Engels weer decoden. Je gaat van de vectorrepresentatie uiteindelijk een tekst genereren.
En iedereen kent wel de intuïtie dat als je een paar woorden zegt, dat je het volgende woord kan voorspellen. Nou, die kennis, informatie wordt hier gevangen, maar dan voor een invoerzin en vervolgens ook voor een vertaling van die zin. Nou, als je dit gebruikt, niet voor het vertalen van de ene en de andere taal, maar bijvoorbeeld om de volgende zin te voorspellen, dan kun je weer hele andere dingen doen. En misschien hebben jullie het wel eens gehoord dat Google op dit moment technologie ontwikkelt. Als jij een e-mail aan het beantwoorden bent en je typt de eerste zin in, weten zij al wat de volgende zin gaat worden. En die genereren ze dan. Als je dat één keer kan, dan kun je dus ook een heel gesprek modelleren. Nou, hier hebben mensen van Google 1,3 miljard woorden uit de ondertitelingen van allerlei speelfilms verzameld, waarin de acteur een zin zegt en de andere acteur een antwoord geeft. Nou ja, als jij weet dat als iemand eerst dit zegt, dan zegt een ander mens dat, dan kun je zo een heel gesprek achter elkaar zetten, net zo goed als met machine vertalen. En dit is het resultaat. Nou, links zie je ook hoe dat werkt. Een mens zegt dan tegen dit systeem, who is Skywalker? De machine geeft een antwoord, he is a hero. Of is the sky blue or black? Het antwoord is blue. Does a cat have a tail? Yes. Does a cat have a wing? No. Can a cat fly? No. Nou, dit lijkt gewoon alsof die machine intelligent is. Die geeft gewoon goede antwoorden op vragen. Maar het gaat ook mis. Aan de rechterkant, wat in rood staat, how many legs does a spider have? 3. Of what is the color of water? Water, nou ja, niet helemaal duidelijk wat het is. How much is 2 plus 2? 4. Nou, dat is prima. Maar how much is 10 minus 2? 72. Dus hoe kan die computer dan dat antwoord geven als het zo slim en intelligent is? Dat komt omdat hij alleen maar gebruik maakt van associatie. De computer begrijpt helemaal niet waar het gesprek over gaat. Je kunt aan de computer ook niet vragen om het uit te leggen waarom die dat antwoord geeft. Want het is associatie. Hij kan hooguit de inhoud van het hele neurale netwerk teruggeven. Dus het gaat ook mis. Dus deze machine is niet zo perfect. Nou, dan komen we bij het tweede onderdeel, de imperfecte machine. Wat voor fouten worden er gemaakt? Geen geluid. En terwijl ik dat laat zien, gaat de computer ook, of de robot moet ik zeggen, Leolani, wat doen? Nou, iedereen kent de discussie over Tesla. Een zelfrijdende auto. Dit is een filmpje waarin een ongeluk in China gebeurt met een Tesla-auto die zelf het rijden is. Nou ja, dat is niet zo heel erg passend. We laten Leolani gewoon nu rondkijken en van alles waarnemen. En je kunt hier op de zijschermen zien wat ze aan het zien is en wat ze denkt dat ze ziet. Dus je ziet zowel het beeld waar ze naar kijkt, maar ook de woorden zijn eigenlijk de categorieën van het ding dat ze denkt waar te nemen. Nou, deze Tesla bijvoorbeeld. I see it clearly, that is a steel drum. That's a horn. If my eyes are not fooling me. Nou, het wordt nu heel eventjes lastig om er doorheen te praten. I think that is a trombone. Dus ik zal mijn best doen om het verhaal gewoon door te vertellen. Die Tesla ziet niet die vrachtwagen staan aan de linkerkant van de weg. Want er staan ook heel veel borden langs de weg. Awesome. He, en het verschil tussen die bijzondere omstandigheid en de normale omstandigheid is gewoon niet groot genoeg. Dus dat soort fouten zijn heel verklaarbaar als je alleen met associatie werkt. Oké, okay, dan kan ik weer lekker door. Dit is bijvoorbeeld mijn eigenlijke dagelijkse ervaring met machines, het koffieapparaat in de VU. Je herkent nooit mijn beker als een kopje en zegt dan, er is geen beker. Als ik dan mijn hand op de beker doe, dan denkt hij, er is een beker. Maar als ik hem dan weer weghaal, denkt hij, er is geen beker. Dus vervolgens gooit hij dat dan een plastic bekertje in mijn kopje. Uiteindelijk krijg ik dan toch koffie in mijn kopje, maar ondertussen heb ik wel twee bekers. Hè. Dus die machines maken fouten en ik vind het dus ontzettend vervelend dat ik niet aan die machine kan uitleggen dat dat bekertje geen standaard bekertje is van de VU, maar wel degelijk een bekertje is en mijn hand geen beker is. Hij wordt eventjes gereboot, dus ik ga even door met mijn verhaal. Dit is ook heel leuk. Dit is een soort tweetbot die plaatjes tweet met beschrijvingen die hij automatisch heeft toegekend aan die beelden. En je ziet ook dat als er iets bijzonders aan de hand is, wat voor moeite hij heeft om het te herkennen. Hè? Links is een dinosaurus op een surfboard en rechts een boat parked on the side of a building. Dus je kunt je afvragen, hoe kan die robot in godsnaam een beschrijving genereren dat je een boot kunt parkeren aan de zijkant van een gebouw?
Dat kan hij alleen maar omdat er zo'n neuraal netwerk in zit en omdat er vectoren worden gegenereerd die puur associatief zijn. Dit is een kaart van plaatjes die is gemaakt door mensen in Stanford. Visual Dictionary heet dat. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben 80 miljoen plaatjes van Flickr verzameld. En die hebben ze vertaald naar een visueel woord. Dat betekent de pixel-eigenschappen van het plaatje. Dat is de positie in het plaatje en de kleur. Wordt ook naar zo'n vector vertaald. En dan kun je plaatjes groeperen op grond van hun pixel-eigenschappen. Net zoals ik dat voor woorden heb laten zien in een ruimte. Nou, en deze ruimte hier kun je dan zoeken met woorden, omdat mensen ook labels hebben geplakt aan die plaatjes. En dus ze hebben die plaatjes beschreven. Dus als ik dan zoek naar sailingboot, dan kom ik, dan zie je hier een zwart puntje. Dat is het puntje dat dit hele blokje voorstelt. Dat zit dus hier in de ruimte tussen allerlei blauwe-achtige plaatjes. En je ziet hier ook allemaal zeilboten. En dan kun je natuurlijk denken, ja, dat komt door het water. Hè, dat is allemaal blauw. Maar ik heb ook plaatjes gezien van zeilboten op het land. Niet geparkeerd aan de zijkant van een gebouw, eerlijk gezegd, maar wel op het land. Maar toch gebeurden rare dingen. Heel goed. Wat gebeurt er nu als ik bijvoorbeeld een woord intyp als criminal? Dan krijg ik hier een aantal plaatjes. Dat zit ik hier, zeg maar in die ruimte. Dus kennelijk hier in dit gebiedje zitten dingen die mensen criminal hebben genoemd. Want je kunt je voorstellen, als ik hier dus deze robot train met deze data en ik loop daarheen en de robot vindt dat ik op een van deze gezichten lijk, dat hij mij een crimineel gaat noemen. Dus het is heel moeilijk om een beeld ook met een woord te associëren, om de beeldruimte en de woordruimte met elkaar te combineren tot een zinnige ruimte. Dit is onderzoek van een PhD-student van mij, Emiel van Miltenburg, die kijkt naar wat voor beschrijvingen plakken mensen nu aan plaatjes die worden gebruikt om een robot of een machine te trainen om objecten te herkennen. En dan zie je dus dat ook allerlei seksistische beschrijvingen gewoon gevoerd worden aan een computer, die vervolgens dus ook dat soort scènes op een hele seksistische manier gaat interpreteren. Dus de balans tussen hoe specifiek gedetailleerd moet ik informatie beschrijven, zodanig dat het gedrag van een computer ethisch klopt, of wat naar onze normen goed gedrag vertoont, is enorm moeilijk te definiëren. Oké. We zien hier dus allerlei experimenten gaande bij objectherkenning. En we moeten wel zeggen dat dus hij normaal veel beter doet. En waarom hij het niet goed doet, komt ook dat er heel veel licht van bovenaf komt, waardoor hij dus niet alleen het object ziet, maar ook de lampen die erachter zijn. Maar aan de andere kant moet er ook voldoende licht komen, want anders ziet hij het object niet. Dus in deze omstandigheden is het heel ingewikkeld. Zullen we verder gaan? Oké. Nou, samenvattend, dus die machines zullen nooit perfect zijn. De wereld is complex, maar ook heel belangrijk is, die robot ziet dus gewoon niet dezelfde wereld als wij zien. Heeft er niet alleen maar moeite met het herkennen van die objecten, maar ook niet, want als je nu rond het kijken is, waar moet ik op letten en wat moet ik negeren? Wat is belangrijk in welke context? Dus er is altijd onzekerheid. Daar moet je van uitgaan. De representaties die de robot heeft, zijn geen precieze representaties. En hij moet ook altijd rekening houden met alternatieven. Dus we moeten die robot zo ontwerpen dat hij weet dat hij fouten maakt. En daarom vinden wij het dus heel belangrijk dat je ermee communiceert. Nou, ik gebruik het voorbeeld altijd van, ik wil uiteindelijk een robot in mijn huis hebben die bijvoorbeeld de planten water kan geven of voor de kat kan zorgen. Nou, ergens moet het begrip van de situatie, ik kan wel een associatieve machine maken, maar dan weet ik niet precies wat er met die kat gaat gebeuren. Het kan heel goed gaan, maar hij kan hem ook in de magnetron stoppen. Dus ergens moeten er condities gedefinieerd worden die voor ons harde condities zijn om beslissingen te nemen. Dus als die robot voor de kat zorgt en die komt tot de conclusie, er is een toestand, namelijk die kat heeft maar 0,02 eten en de status van die kat is 0,83 honger. En dat zijn allemaal onzekerheden, het zijn geen hele harde toestanden. En er is wel eten voor 74% in een blik, maar dat blik is dicht en deze robot heeft geen blikopener ingebouwd.
Dus die heeft een probleem. En die heeft hulp nodig. En er zijn mensen om te helpen. Nou, dan wil je communiceren. Maar dat is dan weer enorm moeilijk. Waarom? Taal is voor ons makkelijk, maar voor een computer enorm ingewikkeld. Woorden hebben meerdere betekenissen. Je kunt vaak een zin of een, wat iemand zegt op meerdere manieren uitleggen. Dat doen wij al, een computer helemaal. Maar taal is ook enorm rijk. We hebben een heel rijk vocabulaire. We gebruiken heel veel verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. En het is heel moeilijk om die allemaal in kaart te brengen. Maar taal is ook vaag, of beter moet ik zeggen, abstract. Hè? Want wij vertellen iets door middel van woorden, maar dat is niet hetzelfde als iets ervaren. Nou, dit is mijn favoriet. Dit is een voorbeeld, dat heb ik zelf gemaakt, waarbij ik een aantal woorden heb uitgekozen. Maar het zijn toch gewone zinnen. Hè? De band speelt buiten op het veld, ze hebben er zin in. Bij de eerste slag slaat de drummer zijn stokken al stuk. Ik neem aan dat niemand één probleem heeft die Nederlands spreekt om deze zinnen te lezen. In één keer heb je een beeld in je hoofd en je aarzelt ook niet over de betekenissen van de woorden. Nou, voor een computer ziet het er zo uit, want band of band heeft 12 betekenissen. Het kan een familieband zijn, een autoband, een band om je haar. Spelen heeft er 12, buiten heeft er 3, veld heeft er 12, enzovoort, enzovoorts. Dus voor een computer is dit een puzzel van 12 keer 12 keer 3 keer 12 keer 12 keer 3 keer 18 keer 9 keer 6 keer 12 van 2,1 miljard mogelijke combinaties. En dan heb ik het alleen maar over de betekenissen van de woorden volgens een woordenboek. Er zijn misschien nog wel meer betekenissen en die staan er niet in. Ook niet wat de combinaties van woorden precies betekenen, heb ik niet eens meegenomen. Maar als een robot iets hoort en hij moet de betekenis van een woord begrijpen of van een hele zin, zal hij iets moeten doen om het logisch te kunnen begrijpen. Dus niet associatief. Nou, wij maken van dat soort programma's die dat doen. En als ik deze zinnen dan geef, dan zijn alle groene zijn goed en de rode zijn echt helemaal fout. Dus spelen is niet een kaart spelen. En doorslaan maken, dat is niet als je een stok een trommel slaat. En stokken is geen werkwoord en een stuk is geen schaakstuk in deze context. Die blauwe is niet helemaal duidelijk. Maar ja, dan doet hij dus 30% als je heel streng bent of 60% goed in deze zin. Is dit wel een hele moeilijke zin, want ik heb expres de woorden gepakt uit het woordenboek met heel veel betekenissen. Dus als ik daar een zin van maak, dan krijg je heel veel combinaties. Maar taal is ook enorm rijk. Voor personen in het Nederlands hebben we ongeveer 8643 verschillende woorden om het over een persoon te hebben. Hele gewone, zoals man en vrouw en een kind, vader en moeder. Maar ook, je kunt iemand een agent noemen, of een leraar, of een president, of een naling, of een etterbult. En als je dan gaat naar andere concepten, zoals gebouwen, hebben wij ongeveer 500 verschillende woorden. En soms hele rare, zoals een vanghut of een plaggenhut. En dan moet je voorstellen, die robot moet weten, als ik het over een plaggenhut heb, wat voor beeld hij daarbij moet vormen. En zo kun je doorgaan, 5000 woorden voor bewegingen. Kwakken, knikkeren, hè, wanneer knikker ik iets van het podium. Of wanneer kieper ik iets van het podium. Of geluiden, hè, gekwek of hoera geroep, gejuich, gekletter. En we kennen bijvoorbeeld miljoenen geuren en smaken, maar we hebben maar 50 woorden in onze taal. Dus hoe hebben we het over miljoenen dingen met 50 woorden? En hoe moet die robot daar uitkomen? Nou, dit is dan een voorbeeld van, ga maar kiezen hoe je dit moet benoemen, een hut of een bouwsel. Dat zijn hele subtiele dingen en wij als, zeg maar, natuurlijke sprekers van Nederlands hebben daar een heel goed gevoel voor. Nou, als je wel in staat bent om dat enigszins te kunnen doen, dan heb je natuurlijk allerlei mogelijkheden om die computer iets of die robot iets te laten leren zonder associaties. Je kunt ze bijvoorbeeld instructies geven. Ik kan tegen Leolani zeggen, maar Leolani, doe eens een stapje naar voren bijvoorbeeld. Niet te veel, want dan val je van het podium af. Er is ook al heel veel kennis. Er is gewoon menselijke kennis in eeuwen opgebouwd, allerlei feitjes. En dat hebben wij in het zogenaamde semantische web gestopt. En waarom zou ik die robot niet meteen die kennis geven? Of waarom laat ik de robot niet het nieuws lezen? Dan weet hij wat er gebeurd is in de wereld gisteren en de dag ervoor. Of je kunt gewoon direct, zoals in het laatste plaatje, iets zeggen tegen de robot. Je kunt dus direct kennis geven. Nou, we gaan een aantal van die instructies door middel van taal bekijken. En het eerste is aan de hand van een filmpje van collega's van Michigan State University die een robotarm aan het trainen zijn. En ik hoop dat het geluiden doet. Place the kettle on the stove. I don't know how to do it. Could you show me? Sure. This is how you do it.
After the action, the state of the kettle should be on the stove, correct? Yes. Sure, I'll try to reproduce this action. Put everything back and say, ready. Ready. I'm going to perform this action. Let me know if it's correct. Yes, that is correct. En het is best wel ingewikkeld. Die robot moet zich bewust zijn van de wereld om hem heen. Dat zijn op zich dan een aantal simpele objecten. Die moet hij wel herkennen en zien. Maar hij krijgt ook abstracte instructies. Iemand zegt wat hij moet doen. Dan moet hij weten van, ik weet niet dat ik dat kan. Nou, als jij dat aan een neuraal netwerk geeft, geeft altijd antwoord. Wat je ook zegt, als je zegt de kleur van water, dan geeft hij antwoord. Maar hoe weet een robot nou dat hij iets niet kan uitvoeren? Nou, misschien is de confidence score, hè, de associatie niet sterk genoeg en dan heb je een threshold. En dan zeg je, als hij daaronder zit, dan geef ik maar geen antwoord. Maar er gebeurt nog meer, want die robot moet ook allerlei situaties inschatten. Je moet weten, waar staat die ketel en waar moet hij daarheen? En je zag dat toen die man het voordeed, de handeling, dat hij observeert dat de ketel uiteindelijk op een positie terechtkomt en dat hij navraagt van, oh, moet hij dus, wat ik nu ga leren, is het doel van het leren dat hij op die stoof terechtkomt. Dus hij moet de eindconditie van de handeling snappen. Dus dat is een stuk rijkere intelligentie dan alleen maar leren van hoe moet ik dit bewegen, zodat ik uiteindelijk goed gedrag vertoon. Dus het redeneren over de eindconditie, en ook bijvoorbeeld of er wel water zit en allerlei andere informatie, is iets dat je moet toevoegen. En deze mensen zijn met een enorm interessant onderzoek bezig waarin je dat soort kennis kan combineren. Het semantische web, daar heb ik het al over gehad. Wat is dat? Dat is een verzameling databases die gemaakt zijn door mensen. Bijvoorbeeld, iedereen kent Wikipedia wel. Dat kun je lezen, daar staat kennis en informatie in. En wat mensen nou gedaan hebben, is die heel veel informatie uit Wikipedia omgezet in een database die mensen misschien niet kunnen lezen, maar machines wel. En daar staan dan enorm veel feiten in. Nou, het semantische web is niet één zo'n database, want deze hier daar in het midden, dat is De kennis van Wikipedia die eruit gehaald is. Maar elk bolletje is een andere database. Daar staan andere feiten in. Op dit moment zijn er ongeveer zo'n 1163 datasets. En we weten niet ongeveer hoeveel feiten daarin staan. Maar in 2011, en dit plaatje is van 2011, waren er 31 miljard feiten bekend. Gewoon kennis. De kennis, zoals wij dat aan kinderen leren op school, staat daar op het web en een robot kan erbij. En dat gaan we demonstreren. En dat staat hier aan. Dan gaan we eens kijken of het werkt. Of ze mij kent, hoop ik niet. Hello. Which country's border Belgium? Hello. Hello, human. Which country's border Belgium? How do I know? I am a robot. Which country's border Belgium? You asked which country's border Belgium? France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands border of Belgium. I have no idea. How high is the Eiffel Tower? You asked how high is the Eiffel Tower. The answer is about 324 meters. Tell me what the law is. You asked, tell me what the law is. Medieval diminutive of Lawrence. What is the color of water? Ask the internet. What is the peak? Yes. I'm glad we see each other again. Finally. What is the color of the sky? What is the color of the sky? I have no idea. How much is 10 minus 2? You asked, what is the color of? The definition of color is any material used for its color. The word color has 14 other definitions. You asked, how much is 10 2? The answer is 8. Do you speak French? Please Google it yourself. Okay, so what we gedaan hebben is, de vragen die wij hier stellen worden doorgestuurd naar een service, Wolfram Alpha, die kan A, begrijpen wat de vraag inhoudt
En die heeft toegang tot heel veel kennis, bijvoorbeeld in het semantisch web, maar kan ook redeneren over die kennis. Dus als die weet waar België precies zit, dan moet hij gaan redeneren over welke landen grenzen aan de grens van België. En als ik vraag van wat is 10 min 2, dan kan hij dat wel uitrekenen. Dus hier zie je dus dat er een andere vorm van intelligentie en kennis ook aangeboden kan worden dan alleen de associaties. Oké, de laatste onderdeel, de relativerende machine. We kunnen Leolani toegang geven aan al die kennis op het internet. En je kunt Leolani alles wijsmaken, zoals we dadelijk zullen zien. Maar moeten ze het ook allemaal geloven? En wij denken dat die robot een zogenaamde theory of mind moet hebben. En wat betekent dat nou precies? Zoals ik al uitgelegd heb, kinderen vanaf een jaar of 2, 4 krijgen in de gaten dat iemand een spelletje kan spelen. Bijvoorbeeld, ik speel nu de boze heks. En dan weten ze, oh, maar dat ben jij niet. Of ik doe net of ik verdrietig ben. Dan weten ze dat het een spelletje is. Dus ze hebben een gegeven moment een besef van dat informatie weliswaar, dat het in zekere zin relatief is en niet waar hoeft te zijn. Nou, heel veel mensen doen al onderzoek naar Theory of Mind for Robots, maar dat is het omgekeerde. Dat is namelijk wat iedereen last van heeft, is dat je allerlei eigenschappen toekent aan deze robot. Bijvoorbeeld dat hij gevoelens heeft, of dat hij sociaal is, of dat hij echt intelligent is. Maar dat is hij niet. Het is gewoon een machine en wij programmeren hem. Je kunt hem gewoon bouwen zoals we het gedaan hebben. Dat projecteren van allerlei ideeën op een object, dat doen we ook met huisdieren. Dat is waar onderzoek naar gedaan wordt. Maar wij draaien het eigenlijk om. Wij gaan deze robot leren om een idee te vormen van wat wij voelen en denken. Dus, nou, als we dat vertalen naar het semantisch web, dan kun je zeggen, kennis heeft een geschiedenis. Wij wisten eerst iets niet, of wij dachten eerst dat de aarde plat was, en op een gegeven moment zijn we gaan denken dat de aarde bol is. Dus het is niet alleen maar zo dat die feiten er zijn, maar er zijn ook feiten die elkaar tegenspreken. Namelijk, de aarde is plat en bol. En wij kennen allebei de feiten, maar die informatie is relatief. Dus Galileo dacht ook ooit eens dat de aarde plat was en heeft toen ontdekt dat die rond of bol is. En wij geloven nu eenmaal Galileo en niet de paus Paul V, die zijn hele leven heeft gedacht dat de aarde plat was. Dus Leolani moet niet alleen die semantische die informatie, die feiten opslaan, maar ook weten wie heeft dat beweerd. Nou, als we dat toepassen op een sociale context, want onze robot is een sociale robot, dan krijg je de volgende situatie. Hier is een stimulus, een konijn, het konijn, dat er ook staat. En daar staan onze 3 studenten en die nemen die stimulus waar. En op het moment dat ze dat doen, heeft iedereen zijn eigen gedachten. Je eigen privé idee bij die stimulus. Die robot ziet ook dat konijn. Volgens ons meestal. Wij weten niet wat die robot ziet, want die ziet misschien wel een kat. Zoals we gezien hebben bij de objecten die op het beeld werden getoond, kan die ook wel eens een verkeerd beeld hebben. Nou, daarna gaan Selene en Lenka en Bram van alles beweren over die stimulus. Selene kan zeggen van, volgens mij moet je uitkijken, want die konijnen kunnen bijten. Maar Lenka en Bram zeggen van, nee, je kunt ze gewoon knuffelen hoor, dat is helemaal geen risico. In feite moet Leolani al die informatie kunnen opslaan. Leolani moet opslaan dat Lenka, Bram en Selene een konijn gezien hebben, terwijl die zelf een kat heeft gezien. Hij moet ook opslaan dat vermeende konijn, waarvan hij denkt dat het een kat is, dat daar verschillende meningen over zijn. En zonder dat zich dat bijt. Nou, nu gaan we een laatste scenario beginnen. Selene, can I ask you to interact? I hope it works. Waarin we laten zien dat je alles kan zeggen tegen de robot, dat hij het allemaal opslaat, maar ook opslaat wie het gezegd heeft. What do I like? The lights? Het tegenlicht is te sterk, dus daardoor weet hij niet zeker genoeg. What do I like? Oh. Dus het probleem is dat hij dus Selene niet herkent. Dus dan weet hij ook niet wie iets het vragen is. En ook niet wie I is. En dat heeft te maken met het licht dat van achter komt. En anders kan ik het filmpje van jou en Lenka laten vragen. Hey.
Hey there, Selene. I'm glad we see each other again. What do I like? You said you like. What do I like? Selene told me Selene likes soccer, and that Selene likes tacos, and that Selene likes animated movies, and that Selene likes cocoa. I like pizza. I like cake. What do I like? You said you like cake. What do I like? Selene told me Selene likes soccer, and that Selene likes tacos, and that Selene likes animated movies, and that Selene likes cocoa, and that Selene likes cake. Bram likes ice cream. Sorry, I didn't quite hear you. Bram likes ice cream. Hello, Lenka, at last. Lenka. Sorry, I didn't quite hear you. Hey there, Selene, at last. Vic likes horror movies. I won't know. What does Vic like? I won't know. I don't know. Where am I from? Can you repeat your statement? I am from Mexico. You said you are from Mexico. Where do I come from? Selene told me Selene is from Mexico, and that Selene is from Mexico. Okay, so dus nou, laten we het hiermee bijhouden, denk ik, met de beeldherkenning. Je kunt er ook nog dingen vertellen dat Selene bijvoorbeeld iets zegt waar Bram van houdt, en Bram iets anders gezegd heeft, en dat ze dus die conflicterende informatie heeft. Dit werkte vorige week nog niet, hoor, dus het is allemaal spectaculair, hoor. Onderschat niet wat hier allemaal gebeurt. Maar je kunt je voorstellen, dit is zeg maar een plaatje van de brain, zoals we dat noemen. Die brain die staat daar op de laptop, die zit dus niet in het hoofd van de robot. En daar staan allerlei data in, en het is een beetje, er zijn personen, er zijn landen, er zijn beweringen, er zijn tijdstippen. Het woord attribution betekent dat een bewering aan een persoon gekoppeld wordt. Dus iemand heeft het beweerd. Er zijn mensen die dingen doen. Er zijn gebeurtenissen. Dus allerlei data die uiteindelijk leert omdat wij dat gewoon vertellen tegen de robot. Dus naast de informatie op het semantische web kun je gewoon interacteren. En alles wordt opgeslagen in het brein. Dadelijk in de pauze mogen mensen proberen, maar ik weet niet of het lukt, van alles over zichzelf te vertellen, wat ze leuk vinden, wie ze zijn. Maak je geen zorgen, aan het einde van deze presentatie deleten wij het brein. Dus jullie privéinformatie gaan we niet voor onderzoek verder gebruiken. Oké, ik ga afsluiten. Je kunt je afvragen, wat heb je aan een imperfecte machine? Nou ja, ik denk dat het beter is dan een machine die denkt dat die perfect is en dat niet is. Dus bewustzijn van imperfectie lijkt me heel belangrijk. Die machine kan misschien ook beter omgaan met de imperfectie van mensen. Want het maakt niet zo heel veel uit of het nou onzekerheid is over zichzelf of onzekerheid van mensen. Van fouten kun je leren. Waarom? Je moet bijhouden dat er alternatieven zijn en je moet evidentie verzamelen voor welke van die twee waarschijnlijker zijn.
Ik denk ook dat je dan bijvoorbeeld alternatieven kunt uitleggen en dat is, kunt laten zien dat er ook een andere mogelijkheid is in mensen. Dat kun je in een sociale context gebruiken. Dan kan de wereld misschien democratischer van worden. En uiteindelijk is dat misschien objectiever dan, dan de machine die maar één ding kiest altijd. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het voor mensen veel leuker is als de robot niet perfect is. Hè? Dat het niet een eigenwijze, bedweterige machine is, maar ook onzeker zoals wij dat zijn. Oké, ik wil tenslotte even samenvatten dat we willen laten zien hoe moeilijk het is voor een robot om onze wereld waarin wij leven waar te nemen. En ook hoe moeilijk het is voor ons om daarover te communiceren, maar ook over dingen die misgaan of überhaupt met taal te communiceren van een robot. En we staan pas aan het begin, denk ik, van ontwikkelingen wat dat betreft. Wij zijn ook net begonnen en ook anderen, dat is het onderzoek dat ik liet zien in Michigan University. Je ziet dat het allemaal nog heel erg laboratoriumwerk is, voordat het ook echt in de wereld gaat functioneren. Dus mensen die hier bang voor zijn, nou, dat gaat niet meer in jullie leven gebeuren, denk ik. Dus daar hoef je niet druk om te maken. Ik denk ook dat het is ook niet zo dat de wereld alleen maar complex is, maar wij als mensen zijn ook complex. We zijn complexe sociale wezens. Hè. We hebben allerlei behoeftes, we hebben heel veel ingewikkelde contacten en we hebben allerlei bedoelingen. En die robot moet dat ook allemaal maar raden natuurlijk als hij communiceert. Dus wij hopen dat we een robot kunnen maken in de toekomst die coöperatief is in ieder geval. Die niet probeert alles zelf op te lossen, maar samen te werken met ons mensen en misschien andere robots. En ik hoop dat jullie snappen hoe ingewikkeld het is, maar ook hoe fascinerend het is. En ik zou eigenlijk willen afsluiten met een groot applaus voor onze studenten die dit allemaal in enorm korte tijd gebouwd hebben. En andere mensen die eraan hebben bijgedragen, zoals Selene Koolman, die ook enorm geholpen heeft hierbij. Dus dankjewel voor jullie aandacht. Fantastisch, Piek. Dankjewel. En dank voor het kijkje in de keuken van hoe een robot denkt en hoe je met een robot interacteert. We gaan nu even heel kort pauze houden. Om 10:50 zijn we terug om alle vragen die u nog heeft aan Piek en aan de collega's te kunnen stellen. Tijd voor een kopje koffie, even naar het toilet als het nodig is en of met de robot praten. 10:50 zijn we terug. Nou, welkom terug. Het podium is open voor vragen, dus wie kan ik de gelegenheid geven? Er staan daar twee microfoons opgesteld in de gangpaden. Zal ik me gelijk van start dan? Ja, zeker. Ja, okay. Als je even wil zeggen wie je bent. Ja, ik ben Bart Mone. En ik heb een vraag, eigenlijk probeer ik twee vragen in eentje te stellen, dat is misschien voetelen. Je hebt het gehad over dat semantisch web en het redeneren daarop. En wat ik niet goed heb meegekregen, dat is, hoezo is dat web plotseling een semantisch web? En wat is het redeneren dat daarop gebeurt? Hoe ziet dat redeneren eruit? Ja, dat heb ik inderdaad niet heel erg duidelijk uitgelegd, eigenlijk helemaal niet. Dus het semantisch web is eigenlijk, wat ik al zei, het is een database. En in die database hebben ze een soort formaat afgesproken die heel eenvoudig is. En dat heet triples. En dat bestaat uit een element, een relatie en een element. Bijvoorbeeld, ik kan erin staan, dan ben ik een persoon. En ik heb een leeftijd, 57 jaar. Dus, en ik ben geboren ergens en ik heb een bepaald beroep. Allemaal van die hele simpele feitjes. En die bestaan uit drieplaatsige relaties. Een entiteit, een relatie en een waarde bijvoorbeeld. En zo kun je ook zeggen van België is een land en Nederland is een land. En je kunt allerlei kennis in die relaties vertalen. En zoals ik al zei, dat zijn er echt miljarden van die feitjes. Nou, als jij weet dat iets een land is, zoals ik vroeg welke landen grenzen aan België, dan die Wolfram Alpha-dienst, die weet dan dat ik vraag naar borders, die weet wat borders betekent, dat die op zoek moet gaan naar de relatie, de geografische locatie van België en ook alles wat eromheen ligt. Nou, die informatie,
alle landen, alle steden met de longitude en altitude posities daarvan, met aantal inwoners, staat allemaal in het semantische web. Dus elk dorpje op de planeet wordt daar genoemd. Maar ook waar die op de planeet is. Dus Wolfram Alpha kan ook een soort box om een land zetten en ook zien wat daar omheen zit aan landen. En dan gaat hij dan vervolgens over redeneren. Dus het is zowel een combinatie van kennis als kunnen redeneren over locatie of spatiële relaties tussen objecten in die kennis. En zo staat ook bijvoorbeeld alle medicijnen staan erin. Miljoenen personen, wie ze zijn, wat voor eigenschappen ze hebben, staan in die databases. Heb ik het beantwoord? Oké. Ja, oké. Dank je. Volgende vraag, de meneer daar. Mijn naam is Jacques van Trommel. Ik houd mij als bioloog bezig met de evolutie van gedrag. Ja. Ik heb een vraag, twee. Eén, is het denkbaar dat via robot tekst zichtbaar wordt, maar ook begrijpelijk en daarna kan handelen? En de tweede is, als dat zo zou kunnen zijn, is het dan ook mogelijk dat zelfs op afstand door tekst ook heel negatieve opdrachten gegeven kunnen worden? Ja, ja, nou, op zekere hoogte het begrijpen van tekst, dat gebeurt al op zekere hoogte. Dus als ik een vraag stel, dan wordt die vraag geanalyseerd en dan begrijpt hij wat ik vraag en wat de relatie is bijvoorbeeld tussen landen. Dus dat stukje begrijpen is er al voor een deel. En zoals ik al zei, wij maken bijvoorbeeld ook programma's die het nieuws lezen en ook webpagina's kunnen lezen. En dat betekent ook dat je daar allerlei meningen vindt over allerlei zaken. En ook meningen die wij sommige mensen misschien niet juist vinden of onethisch vinden. En al die informatie kan die als het ware absorberen. Maar daarom willen wij ook dat het een relativerende machine is. Dat die ook weet van, oké, er zijn mensen die dit en dit en dit beweren. Maar er zijn ook mensen die iets anders beweren. En daar kun je daarna weer over nadenken van, wie van die groepen moet ik nou geloven of volgen? Ja, ik bedoel. Frank Lisser ben ik. Ik las een tijdje terug een artikel. En dat ging over het angstbeeld van de robotisering van de samenleving en het basaal werkeloos worden van de werkende bevolking. Mm-hmm. En toen werd er een claim gemaakt. Er zijn maar twee terreinen waar je absoluut safe bent, waarin de robot nooit zou kunnen komen. En dat claimde hij als de... Ik weet niet precies wie die persoon was. Maar goed, het was een soort discussie-essay-stuk. Die zei, empathie en creativiteit zijn twee eigenschappen die nooit in de machine kunnen. Ja. Klopt dat? Nou ja, creativiteit denk ik dat al... het is heel moeilijk te definiëren wat het is, maar ik denk dat machines nu al enorme mooie creaties zouden waarschijnlijk kunnen maken. Misschien zijn ze niet zo efficiënt als mensen, misschien maken ze ook heel veel rotzooi. Maar ze kunnen iets creëren wat bij ons waarschijnlijk een bijvoorbeeld esthetisch gevoel oproept. En ze kunnen ook nieuwe ideeën genereren. Ze kunnen bijvoorbeeld associatief redeneren, dat hebben we gezien. Dus waarom zouden ze niet een gedicht kunnen genereren bijvoorbeeld? Of waarom zouden ze niet misschien iets kunnen ontdekken? Een goed voorbeeld is medische textmining, heet dat. Er wordt zoveel gepubliceerd in de medische wereld, dat geen één arts in staat is om al die informatie te lezen. Dus laten ze computers abstracts lezen, die elke dag gepubliceerd worden. En gaan gewoon kijken of er bijvoorbeeld een verband wordt gelegd tussen A en B. En ergens anders wordt een verband gelegd tussen B en C. Maar nergens wordt een verband gelegd tussen A en C. Maar als ik ze aan elkaar knoop, wellicht is er dan een verband tussen A en C. Nou, dat soort ontdekkingen, noem je dat creatief, ja of nee, maar dat wordt nu al gedaan. Je andere vraag was empathie. Ja, empathie is dat betekent dat je invoelt wat een ander voelt. Nou ja, deze robot heeft geen gevoelens, maar je kunt het wel simuleren. We kunnen
kunnen haar bijvoorbeeld, nu is ze heel vriendelijk, maar we zouden haar ook heel erg boos kunnen laten praten. Maar dat betekent niet dat ze het innerlijk ervaart. Dat is je kunt wel iets gaan maken wat lijkt op innerlijke ervaren. Dus ze zou gedrag kunnen vertonen van verdriet of van pijn of van woede. Maar ze voelt het niet zoals wij. Als ik haar een hand geef, dan zou ik dat kunnen omzetten, die hand, naar een bepaald tastgevoel. En dat zou ik kunnen opslaan in een computermodel of in data. Maar het is niet hetzelfde als wij dat gevoelen. En dat noemen ze embodiment, hè, dus dat bij ons alles vertaald wordt naar een soort lichamelijke ervaring. En voor een computer is dat eigenlijk allemaal nep. Dat wordt nagebouwd, maar het is niet hetzelfde als dat. Maar er zijn ook wel mensen die bezig zijn om de robot voor het bewustzijn te geven van dat ze een arm hebben. Wat deze robot niet weet bijvoorbeeld. Die weet niet dat hij een arm heeft. Wij zeggen van, doe dat ding omhoog of zo. Maar er is geen echt bewustzijn van. Maar er wordt wel aan gewerkt. Dus, nou, ik zou het niet uitsluiten eerlijk gezegd. Ja, dankjewel. Dat komt terug eigenlijk naar hoe ik de dag begon met het crossen van die laatste uniciteit van de mens. Dus wat is jouw eigen beeld erbij? Gaan we in de 21ste eeuw het verschil helemaal slechten? Nou, zoals ook die neurale netwerken, deze robot heeft echt geen bewustzijn. Heeft ook geen. Wij zeggen wel dat hij honger heeft naar sociale contacten. Maar dat is op een hele eenvoudige manier geprogrammeerd. En ook een honger naar kennis is op een hele eenvoudige manier gemodelleerd. Maar hij heeft geen driften, eigenlijk geen echte verlangen zoals wij dat hebben. Dus heeft ook geen doel, heeft ook geen eigen plannen of ideeën. Dus er zijn heel veel dingen die daarvoor belangrijk zijn, die niet in die robot zitten. En je kunt nooit zeggen, de 21ste eeuw is nog heel lang natuurlijk. Ja. En ik denk, misschien tegen het einde, hè? Zo laat ik het zeggen. Ik geloof niet dat het onmogelijk is, maar we zijn zo ver weg van iets dergelijks dat ik eigenlijk de hele vraag op dit moment niet zo interessant nog vind. Ik vind het meer interessant van te kijken van, ja, hoe kunnen we eerste stapjes gaan zetten, erover nadenken en ervan leren, denk ik. Mooi. Ja? Volgende vraag. Kees de Blanke, dank u wel voor uw verhaal. Misschien doe ik u onrecht, maar de vraag is er nou de laatste 30, 40 jaar iets wezenlijkers veranderd dan alleen een enorme toename in rekenkracht? Echt een fantastische toename in rekenkracht. Nee, dat. Ik denk dat dat de grootste factor is. De hoeveelheid data en de rekenkracht gecombineerd. Ja, ja. Hè? Dus die twee, dus zeker bij deep learning zien we echt dat dat. Het wordt allemaal getest en geëvalueerd en je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld image recognition, dan het herkennen van beelden en objecten, dat door deep learning van 70% naar 85% accuraatheid omhoog gaat als gevolg daarvan. Dus het wordt nooit perfect en het is een flinke sprong gemaakt, maar daarvoor ging het steeds maar met 1%. De state of the art ging dan met 1% omhoog. Dan was weer een artikel en iemand deed iets heel ingewikkelds. En we begrijpen eigenlijk niet precies wat er gebeurde. En dan beweert hij dat die 1% omhoog ging. Maar als je het na probeert te doen, dan komt er weer. Hè? Dus dat betekent ook dat je niet precies. Je weet A niet wat het betekent, die 1%. En je weet ook niet wat je ervan leert. En nu gaan we in één keer 15% omhoog. Dat is best wel een revolutie natuurlijk. Maar er zit geen. Wat ik al zei, wat wij hier ook gebruiken, is een hele verzameling van stukjes technologie. Elk van die stukjes is geen rocket science, is geen geniale ontdekking. Nee. Maar bij elkaar gaat het wel heel erg. Je komt op een gegeven moment, ik denk dat je bijvoorbeeld als je dit nu zou willen inzetten in een klaslokaal, dan denk ik dat je waarschijnlijk 10 jaar te vroeg bent. Het wordt gewoon één grote ramp, gaat niet werken. En over 10 jaar zijn al die stukjes techniek allemaal een klein stukje opgeschoven. En plotseling is het wel te doen. Ja. Vervolgvraag daarop. Hè, van, ondanks goed gekozen retoriek en semantiek, zoals dit nu deep learning te noemen. Ja. Lijkt dit nou een beetje op wat we menselijk leren noemen. Is het menselijk leren ook een enorme data processing truc? Of hebben we het vermoeden dat daar nog wat meer aan de hand is? Ik,
Natuurlijk gebruiken wij ook associatie en wij doen ook aan patroonherkenning, net als die systemen. Maar ik vind al haal het voorbeeld aan dat een kind van 6 jaar beheerst de taal al heel goed, maar heeft bij lange na niet zoveel taal gehoord of gelezen of gezien als de huidige Google-machines. Die hebben echt duizenden keren meer teksten geobserveerd. Dus, en kunnen nog lang niet zo goed een taal beheersen als een kind van 6 jaar. Dat kind van 6 jaar is vele malen intelligenter dan die Google-machine. Dus kennelijk leren wij allerlei andere dingen daarbovenop die daar absoluut niet in meegenomen worden. Dus... Mevrouw daar. Sophie Vossenaar. Kunt u, wat is uw voorspelling qua toepasbaarheid? En op wat voor termijn gaan we echt op grotere schaal zien dat de leolanalies in deze wereld worden toegepast? Ja, nou, je kunt waarschijnlijk wel voorspellen dat mijn antwoord is, het gaat best nog wel lang duren. Ja. Maar ja, je moet ook niet onderschatten dat er soms wel toepassingen zijn die heel erg dichtbij zijn. Zijn die misschien niet zo spectaculair? Hè? Je weet misschien al dat de ING zet deze robots bij de receptie neer. En het is natuurlijk van deel ook een soort PR-stunt. Daar zit hele beperkte functionaliteit in. Er kan ook niet veel misgaan, zeg maar. En mensen vinden het leuk. En dus dat is een functionaliteit die is niet zo bijzonder interessant en vrij onschuldig. Zoiets zie ik wel gebeuren. Je moet ook niet vergeten dat wat iedereen waarschijnlijk ervaart is dat je heel veel projecteert op zo'n ding. Hè. Dus mensen worden getriggerd door dat apparaat om allerlei sociaal gedrag te vertonen, om van alles in te vullen. En dat zou best wel eens, en dat is dan onderzoek naar bij bijvoorbeeld autistische kinderen, dat die liever met een robot interacteren dan met een mens, want een mens is te bedreigend, is te veel informatie. En dit is heel eenvoudig, simpel. Dus dat soort toepassingen, ja, dat weet je niet precies welke zich voordoen. En dan zullen er vast wel komen en dat zullen we vast wel meer en meer zien. Maar echte grote stappen, dus dat die ook in een klaslokaal de functie van een leraar voor een deel gaat overnemen, dan denk ik wel, dat kun je goedkoper dan een robot, zou je dat gewoon ook op een computer kunnen maken. Luc Meijer, wat is jullie doel met het ontwikkelen van de Leolani? Nou, ons eerste doel is, dit is voor ons een fantastisch laboratorium om te proberen te begrijpen wat er allemaal een rol speelt als je taal wil begrijpen, of de wereld om je heen, en die twee aan elkaar te koppelen. Dus dat kan ik ook wel een stukje in een computer, maar een computer staat niet in deze wereld en op het moment dat ik in de wereld sta, wordt het allemaal veel ingewikkelder en dat is eigenlijk veel natuurlijker. Dus het is een laboratorium voor ons om te onderzoeken. En wij moeten hier nog heel veel van leren. Dus, ze zijn net begonnen, die studenten. Dus het eerste jaar hebben we gezegd van, we gaan alleen maar spelen. We gaan alleen maar een soort spelletje maken als we in het Filmpilieten zien. En nadenken over hoe we het kunnen modelleren. En op een gegeven moment moeten we dat vertalen naar experimenten en echt onderzoek. En dan komen nog pas de toepassingen. Dus voor ons is het echt gewoon wetenschap. Ja, dus op dit punt is dat slechts ontdekken. Sorry? Op dit punt is dat slechts ontdekken. Ja, nou slecht. Het is het leukste wat er is volgens mij. Oké, dankjewel. Ja. Ton van Maarseveen. Wij als mens zijnde hebben toch wel ethische normen. Nou kan ik me voorstellen, ik heb ruzie met mijn overbuurman. En dan ga ik zijn computer opdracht geven, pak een mes, snijd mijn overbuurman het hoofd af. Ja. Zijn er nog terugkoppelsystemen dat je zegt, ja, wij kunnen ook hun, zeg maar, ook een soort ethische normbesef geven? Nou ja, dat kun je doen, maar er zit dus niks in als je hem koopt. Dat begrijp ik. Nee, ik bedoel geen mes. Niet, dat bedoel ik niet, dat er geen mes in zit. Maar ik bedoel, er zit geen ethiek in, geen kennis, geen gedrag. Hij is helemaal leeg. Dus je kunt ervan maken wat je wil. Dus je kunt er ook een moordmachine van maken. Er is niemand die je tegen gaat houden om dat te doen. Dat kan. Maar je kunt alles in een wapen veranderen natuurlijk. En het is uiteindelijk degene die dat bouwt, de verantwoordelijkheid om ook dat soort dingen in te bouwen. Nou denk ik zelf van, er is heel veel discussie over robotwapens die nu ontwikkeld worden, die er al zijn. En dan heb je natuurlijk allerlei verschillende gradaties van. En er zijn ook mensen heel actief om te proberen die te verbieden.
De drones kennen we bijvoorbeeld, hè, die bombardementen uitvoeren. En daar zit nu nog iemand aan de joysticks. Maar je kunt je ook voorstellen dat dat op een gegeven moment niet meer nodig is. Dat die drone zelf wel bepaalt waar de vijand is en wanneer die moet schieten. En dan ga je dus bepaalde grenzen over. En dat wordt heel gevaarlijk. Dus dan hebben we niet eens... Ja goed, de buurman, dat knap stukje programmeerwerk... als je het voor elkaar krijgt, dat hij dat ook doet. Maar grote mogendheden, die zijn nu al in staat om dat soort dingen te doen. En die moeten echt gaan nadenken. Want bijvoorbeeld als zo'n wapen zelflerend is... Dan vraag ik me af, van dat hij, als hij op een gegeven moment ook niet meer weet van wie zijn nou de slechteriken en wie zijn nou de goede, dat hij zichzelf tegen hun eigen natie kan. Dus zij zullen absoluut dat soort dingen moeten gaan inbouwen. Want het kan zo zijn dat zo'n wapen op hol slaat, als het ware. En dingen doet die je niet meer verantwoordelijk is. Er is ook een hele grote discussie. Volgens mij, Audi die wil nu een nieuw soort zelfrijdende auto introduceren. Maar het probleem is, dat mag geen machine learning zijn. Dus zij hebben alles in regels vertaald, omdat het juridisch in Duitsland niet mag... dat het een lerend systeem is uiteindelijk zelf rijden. Hij zou misschien beter rijden en minder ongelukken, maar het mag juridisch niet. Dus ja, deze ethische discussie en het inbouwen van dit soort zaken zijn absoluut noodzakelijk. En ik zelf denk, er is alleen maar een reden te meer dat je moet communiceren met dit soort wezens. Want als je niet kunt communiceren, kan ik ook niet uitleggen van dat het geen goed idee is om mij dood te schieten. Maar je hebt natuurlijk een kans dat in de toekomst veel meer van dit soort griezelige wapens gaan komen. Ja, ja. Dat de wereld een stuk onveiliger gaat worden. Ja, nou ja, het heeft zijn voordelen en het heeft zijn nadelen. Ja, ja, zoals dat al eeuwen ook is. Ja. Hè. Dus, ja. Dank u wel. Ja. Mijn naam is Noah Jansen. Ik vroeg mij af in hoeverre er afgekeken wordt van biologie en bijvoorbeeld neurowetenschap in dit soort technieken. Dus als je kijkt naar hoe die objecten herkent... werkt ons eigen brein ook zo dat we eerst naar de hoekjes kijken van gezichten voordat we een gezicht herkennen bijvoorbeeld? Ja, er wordt heel veel natuurlijk gespeculeerd over analogie wat dat betreft. Ook dat onze visuele herkenning in de hersenen zou ook een soort opbouw vertonen naar steeds complexere, rijkere en ook abstractere representaties. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Dat schemaatje wat ik liet zien wordt ook echt gebruikt om... ook als een beetje verkooppraatje, hoe zo'n neuraal netwerk, ze hopen dat het zo werkt. Alleen, niemand weet precies wat er binnenin gebeurt. Dus ik hoop dat het ook duidelijk is dat ik zei van, het lijkt alsof hij een neus en een oor en dat soort dingen herkent, maar dat weet eigenlijk niemand. En dat ding is zich daar ook niet van bewust. Dus waar die analogie ophoudt en begint, is niet helemaal duidelijk. En ik denk wel dat mensen daarvan proberen te leren. Er wordt enorm veel wiskunde ingestopt, dus daar heb ik het allemaal niet over gehad. Maar die vertaalmachine, die gebruikt allerlei mechanismes om stukjes informatie... ik zei, het gaat naar boven en het gaat naar rechts, maar zo simpel is het niet. Het wordt in een veel ingewikkelder manier gecombineerd. En dat is natuurlijk omdat het uiteindelijk een soort vectorrepresentatie is, allemaal van die dingetjes zijn, wordt er ook mathematisch naar gekeken en niet biologisch. Waarschijnlijk, er zijn nog veel te veel mogelijkheden. En ik neem aan dat als ze vastlopen, niet meer verder komen, dat ze dan wel eens misschien wel weer naar de biologie gaan kijken of dat ze dingen overnemen. Maar de analogie is vrij oppervlakkig op dit moment, denk ik. Dankjewel. Pieter Klapwijk is mijn naam. Ik lees de laatste tijd nogal het een en ander over de technologische singulariteit. Het moment dat de machine intelligentie het van de mensheid gaat overnemen. Ja. En dat zou dan liggen tussen de 2040 en 2050. Zo 2050. dat is van Kurzweil. Maar uit uw lezing begrijp ik eigenlijk dat u er geen barst van gelooft. Nou, ja, dat hangt maar af. Ja, hoe definieer je dat, intelligentie? Dat is net als met creativiteit en of ethiek. Het is niet makkelijk om die begrippen te definiëren. Dus alle feitjes, ja, daar zijn we lang mee in verslagen. Allerlei patroon herkennen. Spelletje Go zijn we ook in verslagen. Dus allerlei functies worden één voor één... langzamerhand wel overgenomen. Maar ja, er zijn ook heel ingewikkelde, hele moeilijke dingen. En daar hebben we nog helemaal geen idee van hoe we dat moeten doen. Dus zo'n nauwkeurige voorspelling tussen 2040 en 50, dat is net als Turing die zei dat in 2000 de Turing-machine er zou zijn. Nou, die is er nog steeds niet.
Dus het is erg moeilijk om zo'n voorspelling te maken. Maar het is wel zo van, aan de ene kant weten we niet wat die dingen betekenen. Intelligentie, creativiteit, ethiek. En aan de andere kant zijn sommige van die dingen heel moeilijk. Maar ook zien we overal op allerlei terreintjes dat misschien sommige dingen beter kunnen dan wij. Dat zal zo zijn. Maar of dat ook optelt naar zo'n punt waar je kan zeggen van, nu is het superieur en dat vindt tussen 40 en 50 plaats, dat vind ik echt absurd. Oké. Mark de Grauw, ik werk in de medische informatica. Ja. Computers zijn inmiddels zover dat een computer op een microscopisch beeld beter kwaadaardige gezwellen kan herkennen dan een patholoog dat kan. Een paar jaar geleden ging IBM de wereld rond om te vertellen dat IBM's Watson op basis van tekst betere diagnoses zou kunnen stellen dan dokters. Dat viel flink tegen, maar op dit moment is Google hetzelfde aan het beloven. Ja. Denkt u dat het binnenkort werkelijkheid zal kunnen worden of is dat ook nog echt ver af? Nou ja, binnenkort, er wordt wel heel veel geïnvesteerd in de medische AI, laat ik het zo zeggen dan, breed dan. Hè. Dus niet alleen maar teksten begrijpen, maar op allerlei manieren, zoals ook beelden en ook het medische proces. Dus een van de dingen wat ik begreep, de manier waarop ze Watson willen inzetten, is dat het behandeltraject van diagnosebehandeling inmiddels zo complex is en zo op één persoon gericht is, dat er geen één specialist totaal overzicht en beeld heeft van wat er gebeurt en dat er heel veel communicatie moet plaatsvinden. En dat Watson met name ingezet wordt in het ondersteunen van dat proces. En in plaats van dat, en ik zou ook niet weten hoe die ethisch gezien een echte beslissing zou kunnen nemen, want het risico als het verkeerd is van dat je IBM aanklaagt is volgens mij veel te groot. En hetzelfde geldt voor Google in dit soort situaties. Dus alleen dat al denk ik, dat zou me verbazen als zij de rol van de arts overnemen. Ik denk dat het echt wel een ondersteunende rol moet gaan zijn. En daar is denk ik heel veel te doen. Ik denk dat artsen en ook de medische behandeling heel erg geholpen kan zijn met ondersteuning in het wijzen naar mogelijke verbanden, relaties of gevolgen of implicaties in het hele traject. Dus ik geloof niet zozeer dat zij, ze zullen misschien wel een diagnose voorstellen, maar of ze hem ook zullen maken is de vraag. En of ze dan betere voorstellen doen dan artsen, dat kan ik me wel voorstellen. Als je maar genoeg specifieke data hebt, dan werkt het net zoals een associatiemachine. Dan kan die veel meer data en dan geeft misschien meestal het goede antwoord. Maar echt snappen waarom die dat dan doet, dat is nog een ander verhaal, denk ik. Ik denk dat het proces veel te complex en te ingewikkeld is. Dus, Dank je wel. Sako Heijboer, ik heb een hele andere vraag. Ja. Jullie onderzoek gaat over taalbegrip, hè? Dat is het centrale ding. Maar jullie hebben blijkbaar heel bewust gekozen voor zo'n humanoid robot. Waarom is dat? Nou ja, omdat dat... kijk, taal is een vorm van sociaal gedrag natuurlijk. En de meest natuurlijke taal is interactie tussen mensen. Dus niet e-mail sturen, maar gewoon face-to-face. En daarin is met name ook het aankijken, het gericht zijn op de menselijke stem, bewust zijn van je omgeving. Het is allerlei sociale attitude is enorm belangrijk ook om die communicatie te kunnen modelleren. Eigenlijk is het zo van iedereen zou dat eigenlijk altijd moeten doen, want dat is de manier waarop we taal leren. We leren taal van kind naar moeder, vader door middel van interactie en niet door te leren schrijven en daarna gaan we leren spreken. Dus ik zou zeggen van al het onderzoek zou daar moeten beginnen, alleen is het veel te complex en veel te ingewikkeld om te doen. Dus ja, hij moet zo sociaal en humanoid zijn als maar kan, denk ik, om het te onderzoeken. Maar dat heeft toch alleen maar effect op degene die de interactie doet en niet op de robot zelf. Want die zou gewoon ook een camera kunnen zijn en een speaker. Ja, dat kan ook. Maar een camera die zich vrij rondbeweegt is al anders dan... ik heb ook wel eens gezegd, je zou deze robot ook kunnen maken met mijn iPhone op zo'n autootje en dan dat rond laten draaien. Dat is een stuk goedkoper. Maar toch ga ik me anders
communiceren met die iPhone op dat autootje, dan dat ik ga communiceren met de robot. Dus mijn taalgebruik gaat dan veranderen, dus dan heb ik geen natuurlijke interactie. Dus heb ik geen goed laboratorium. Dus ja, de mens moet zich gedragen alsof het de mens is in de communicatie. Dus het antwoord is eigenlijk van om inderdaad natuurlijke communicatie te stimuleren. Te uit te nodigen, ja. Ja. Je had het over die deep learning. Ja. En dat daar die, zeg maar, dat men eigenlijk niet begrijpt hoe zo'n computer dan tot bepaalde beslissingen komt. Ja. Is dat niet, denk ik, heel onbevredigend dat niemand dat je dat eigenlijk niet weet? Ja. En wordt daar niet, wordt er onderzoek naar gedaan, zeg maar, op een theoretische manier? Ja. En dan zit ik te denken van. Er is natuurlijk al een hele tijd lang is daar met die. Met dat neurologische netwerk en zo is men aan de gang. En pas op een gegeven moment kwamen daar resultaten. Ja. Dus ergens is daar een omslagpunt. Ja. En wordt daar bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar waar ligt die omslagpunt precies en waarom liggen die omslagpunten daar? Ja. Want als je dat kan voorspellen, dan denk ik dat je alweer een heel stap verder bent. Ja, dat is, zeg maar, we zitten nu een beetje aan de top van de hype. Hè? Dus in mijn vakgebied. Nou ja, als ik nu naar topcongressen ga, dan is 90% van alle artikelen wordt een neuraal netwerk gebruikt. En ze doen eigenlijk hetzelfde als ze 15 jaar geleden deden, maar nu met een neuraal netwerk. Opeens lukt het nu, ja. Ja, nou, ze hebben allemaal betere resultaten, maar niet meer inzicht, zeg ik dan precies. Altijd. Ja. En dat begint nu een beetje af te toppen en nu krijg je de golf, dat vrij natuurlijk proces eigenlijk, dat ze nu ook willen begrijpen wat er aan de hand is. Want als ze het niet begrijpen, weet je ook niet wat de next step is, hoe je verder moet. Dus je ziet nu veel meer experimenten dat ze gaan kijken. Sommige mensen proberen expres de data te manipuleren, bijvoorbeeld. Of daar zit bijvoorbeeld, als je zo'n neuraal netwerk begint, dan wordt er een soort random gewichten toegekend aan al die cellen. En als je het nou nog een keer doet, dan zijn die random gewichten anders. Dus je kan een experiment helemaal niet herhalen op dit moment. De data, want ja, we kunnen wel zeggen, Google heeft heel veel data, maar we weten helemaal niet wat die data representeert. Het is veel, dat weten we, maar representeert het eigenlijk wel de hele wereld? Dus er zijn heel veel vragen rond die systemen, echte vrij fundamentele, empirische vragen van, ja, klopt het wel wat ze doen en hoe kunnen we inzicht krijgen? En ook laten ze bijvoorbeeld hetzelfde netwerk trainen ze eerst voor één taak en dan voor een andere taak en dan weer voor een andere taak. Dus als je traint voor verschillende taken, schijnen ze andere dingen te leren dan als je ze apart netwerken gaat doen. Dus er wordt heel veel mee gespeeld op dit moment om beter te snappen wat er aan de hand is. En dus dat begint nu, dat soort onderzoek. En dus het gebeurt wel, maar er moet nog meer gebeuren, denk ik. Ja. Patricia Kleiberg, bedankt voor jullie verhaal. In aanvulling op wat die meneer net zei, Leolani ziet heel bewust zo uit, lief, groot, ogen, klein. En wij vroegen ons af, wat is, dit is bedoeld om ook een beetje aandoenlijk te worden, maar waar ligt de grens van wat wij nog gemakkelijk of ongemakkelijk gaan vinden wat betreft intelligentie in combinatie met het uiterlijk, volgens u? Ja, dat is heel interessant. Dat is een kunstenaar die maakt een robot precies zoals hij zelf is. Het is een kopie van zichzelf en er zijn ook andere mensen die het nog veel menselijker maken dan dit. En die gaan zoeken de echte grens, zodat je niet meer het onderscheid kan zien tussen de mens en de robot. En ja, daar kun je allerlei vragen bij stellen of dat wel verstandig is. Want je suggereert steeds meer dat hij zich als een mens gedraagt. En natuurlijk, voor mij, als ik een onderzoek wil doen naar die sociale interactie en taalgebruik binnen die interactie, is het alleen maar beter als het echter lijkt dan het is. Maar aan de andere kant, voor de mensen zelf is het misschien niet juist om het te doen. Want je moet wel weten dat het geen mens is. Het is een robot. Dus sommige mensen kiezen ervoor om hem niet menselijk te maken. Sommigen expres helemaal niet en sommigen minder. Dus het is een spel van een keuze die je maakt. Dit is natuurlijk ontworpen door een fabrikant met het idee van dat ze die staan ook overal in Japan, maar over de hele wereld kunnen verkopen. Maar ze worden eigenlijk bijna niet nuttig gebruikt. Maar zij hebben nagedacht van hoe maken we nou een goed product dat we kunnen verkopen. Dus die hebben ze allerlei sociale dingen meegegeven. Maar van de andere kant is het ook al duidelijk dat het een robot is. Dus je hebt een heel spectrum. En ik kan niet zeggen van waar je moet zitten. Dat hangt af van wat je doelstelling is. En ik vind wel eigenlijk
als je zoiets doet en je zou hem heel menselijk maken, dat je dan rekening mee moet houden, is dat je iemand moet informeren dat het geen mens is. Dat ze dat altijd zullen moeten weten. Dus ja, dat is, ik weet niet of dat een antwoord is op die vraag. Maar ja, deels inderdaad, maar ik denk ook niet dat er al een antwoord op te vinden is op dit moment. Ja, er zijn allerlei grenzen. Sommige mensen gaan veel verder dan dit nog. Duidelijk. Hartstikke bedankt. Mooie vraag. Meneer? Kun je deze robots ook eigen initiatief leren? Want ik bedoel, zij zal mij niet spontaan vertellen dat Selena uit Mexico komt en van pizza's houdt. Dat moet ik er vragen. Nou, dat kan anders, wel. Anders zal ze mij dat niet meedelen. Nou, bijvoorbeeld maar, wat wij willen haar zeg maar honger geven naar sociale contacten en kennis. Dat hebben we nog niet gemaakt. Maar het is op zich niet zo ingewikkeld om dat te maken. Want ze heeft een soort metamodel. Dat zij weet wat mensen zo al doen. En zij kan ook zien aan alles wat haar eerder verteld is. Dat andere mensen bijvoorbeeld van pizza's houden. Of van films. Of allerlei hobby's hebben. En vanuit dat metamodel zijn we van plan dat zij eerst iemand herkent. Of kennis maakt. En dan heeft ze het metamodel en dan ziet ze eigenlijk allemaal gaten. Ze weet eigenlijk maar heel weinig. En dat ze vanuit daaruit probeert, of gedrag gaat vertonen, om die gaten te vullen. Dus dat wordt een soort sociale machine die steeds meer wil weten over jou. Dus dat soort drive willen we wel gaan inbouwen. Zodat zij het initiatief neemt in de communicatie en jij dat niet meer doet. Maar op dit moment, dat doet hij dus wel bij het kennismaken. Maar verder hebben we dat nog niet gebouwd. Maar het is wel de bedoeling dat we dat gaan doen. En hetzelfde geldt ook voor kennis. Dus als die bepaalde kennis verwacht en die weet het niet, dan zal die daarna op zoek gaan. Ja, maar ook spontaan die kennis aan mij meedelen, zonder dat ik daarom gevraagd heb. Nou, waarom zou ze dat doen? Dat is vrij vervelend. Om conversatie te maken. Oké, maar dan heeft zij een reden om een conversatie te maken. Dus dan moet het een onderdeel zijn van een strategie. Dus zij moet een wil hebben om iets te bereiken. En als dat sociaal contact is, en dan moet zij ook kunnen bedenken van, oh, als ik dit vertel, dan gaat iemand anders dat doen. Dus dat moet onderdeel zijn van de strategie. Dat hebben we helemaal nog niet. Nee, maar dat kun je er wel leren, die strategie. Dat kan wel, ja. Ja. Zoals die ene filmpje wat ik zie, is dat daar leert die robot dat het doel is om die ketel op de stoof te krijgen. Dat is de eind. En ondertussen, dat ging heel snel in het filmpje, gaat die ketel door allerlei toestanden heen. En dat hoeft helemaal niet. Je kan de ketel pakken en hem dan zo op de stoof zetten. Maar je kan ook de ketel pakken en hem zo op de stoof zetten. Dat is allemaal niet zo belangrijk als je maar op de goede plek terechtkomt. Dus de strategie van die robot is van als iemand zegt van zet de ketel op de stoof, dan moet hij de eindtoestand bereiken. En de manier waarop hij dat doet, dat hoeft niet helemaal vast te liggen. Dus daar zie je wat complexere beginsituatie en eindsituatie. En de eindsituatie is bepaald de strategie waarom hij de handelingen moet verrichten. Dus dat soort dingen kun je wel maken, ja, maar dat is behoorlijk ingewikkeld. Oké, dank u. Alida van der Veen, ik vroeg me af wat de reden was van de Duitse overheid om te verbieden dat een auto een leringssysteem is en dat het op basis van regels gebaseerd moet zijn. Is dat vanwege het begrip van het proces en de voorspelbaarheid, vooropgesteld dat je de input van alle feitelijke omstandigheden kent? Ja. En dus van in het verlengde van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ervoor? Ja. Nou ja. Maar in het verlengde, ik wil nog één ding vragen wat aansluit wat die mevrouw net zei. Ja. Ik begrijp dat er in Japan inmiddels ook robots worden gemaakt die je automatische vriendin of je automatische minnares zijn. En wat is het gevolg, wat wordt in de toekomst het gevolg van als men steeds meer communiceert met robots die geen mensen zijn, waarbij je dus steeds verder kunt gaan zonder dat je een rechtsnorm overtreedt. Wat gaat dat uiteindelijk voor gevolgen hebben voor intermenselijk gedrag? Ja, het gaat absoluut gevolgen hebben. En ik weet niet precies wat de motivatie is in Duitsland om dat te definiëren. Maar er is wel heel veel discussie over dat als ze zeg maar, een product de fabriek verlaat, dan is gedefinieerd wat het product is en dan is de fabriek verantwoordelijk voor het product. Maar als het product zich gaat veranderen,
wie is daar dan verantwoordelijk voor? Sommige mensen zeggen, ja, dat is de programmeur die dat programma heeft gemaakt en niet de fabrikant. Ja, dat is leuk voor al die programmeurs die dadelijk allemaal voor het gerecht gesleept worden. Ik denk dat ze gewoon hun baan onmiddellijk opzeggen en niks meer doen. Dus daar is heel veel discussie over. En ik denk dat ze gewoon de veilige weg gekozen hebben. Maar ik weet het niet zeker, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Omdat ze nog niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. En dat ze het daarom gezegd hebben. Want dan kun je zeg maar, de fabrikant verantwoordelijk stellen. Omdat precies in de regels gedefinieerd staat wat het product is. En dat er niet iets vaags achteraan komt waarvan je zegt, ik weet niet meer wie er verantwoordelijk is. Dus aansprakelijkheid zal wel de reden zijn, denk ik. Ja, en een andere vraag die zegt, ja, dat gaat heel ver. Ik had begrepen dat er dat ze ook al over seksrobots hebben. Volgens mij in de jaren 70 had je de opblaaspoppen. Die hebben sommige mensen ook als relatiepartner gekozen. Sommige mensen hebben relatie met een kat of een hond. Of met hun tuin. Dus de neiging om affectieve relaties aan te gaan, dat zit in de mens. En dat zullen ze ook absoluut met robots gaan doen. Ja, en of je dat dan zegt dat gezond is of niet gezond is, dat is dan een hele andere discussie. Sommige mensen gaan ook nooit naar buiten. En je kunt er alles in programmeren wat jij wil. En wat gaat dat vervolgens betekenen als deze man, ik denk dat het doorgaans mannen zijn, zich met reëel levende vrouwen gaat verhouden? Met het laatste? Als hij met reëel levende vrouwen te maken heeft. Dus hij kan verkracht worden. Hij gaat zoals porno absoluut. Inmiddels de maatstaf is geworden voor... Voor seksueel... Dat kan. Ja. Nee, dat zou een negatieve ontwikkeling kunnen zijn. Ja. Mijn naam is Jeroen Verstegen. Ik heb de term Leolani ingetoetst op Google. En dan kom je op foto's de nodige keren een ukulele tegen. Oh. Ik vroeg me af, muziek is natuurlijk ook een vrij universele taal. Ja. Wat gaan jullie doen met muziek als het gaat om interactie tussen het brein van de mens en een computer? Nou, wij gaan daar nog niks mee doen, eerlijk gezegd. We hebben genoeg werk en plannen... waar we nu mee bezig zijn. En overigens kan ze wel dansen en ook muziek afspelen, maar dat zullen we maar niet doen, denk ik. Maar wij doen er op zich niks mee. Er zijn wel andere mensen die daarmee bezig zijn, maar wij doen daar niks mee, eerlijk gezegd. Sorry. Ja. Hallo, mijn naam is Ruud de Vaan. Ik vroeg mij het volgende af. Ik ben jurist, dus ik kijk meteen met een hele andere blik naar dit apparaat dan de meeste mensen, denk ik. Ja. In allerlei wetenschappen zie je ontwikkelingen dat bedrijven vooral bezig zijn om kennis te monopoliseren. In de geologie zijn het de oliebedrijven, in de biofarmacie zijn het de farmaceutische bedrijven. Mm-hmm. Ik vroeg me af, speelt dat ook in uw vakgebied? En welke bedrijven, als dat zo is, welke bedrijven zijn dan bezig om de vruchten van jullie werk en jullie onderzoek te monopoliseren? Want ik stel me zo voor dat dat ook geld waard is. Breek me de bek niet open. We hebben bijna elke dag op mijn werk op de universiteit over dit soort onderwerpen. En ik vind het echt wel, als je ziet hoe weinig geld er eigenlijk beschikbaar is voor wetenschap. En ik vind kennis... En informatie moet gratis zijn voor iedereen. En dat is eigenlijk wel een beetje de basishouding van bijna iedere wetenschapper. Alles wat wij maken is open source. Wat hier staat, kun je zo downloaden. Iedereen kan het gebruiken. Maar we krijgen nooit 1 cent terug van de Googles of de IBM's wat dat betreft om te investeren. Dus er wordt heel veel misbruik van gemaakt. Er zijn bij ons, wij zijn heel erg bezig met, we willen als wij iets doen, en het is bijna allemaal data-driven onderzoek, willen we het kunnen reproduceren. Want anders kunnen we er niet van leren, dat snappen we niet. Dus het is heel belangrijk dat die data beschikbaar zijn en de software beschikbaar zijn en de experimenten en de resultaten. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt er dus, mijn onderzoekers hebben daar bijna maandelijks mee te maken, weer een paper van Google en ze hebben de beste resultaten voor iedereen. We krijgen de data niet van ze, we krijgen de software niet van ze, wij hebben niet de computing power die zij hebben. Hun paper bevat allerlei details niet en is niet te reproduceren. Maar het is nu in één keer een milestone dat dit dus kennelijk gehaald moet worden. En wij als wetenschappers moeten nu met alle transparantie die wij dan beogen, proberen om dat experiment van hun te gaan herhalen waar ze zelf niet het fatsoen van hebben om het op een goede manier te publiceren.
En ik kan daar heel boos over worden, want ik vind het echt heel schandalig wat daar gebeurt. Dus ik heb dus twee PhD's die samen met een andere hoogleraar aan de VU hebben dit jaar geprobeerd om dat experiment van Google te herhalen. Dus we hebben geprobeerd het algoritme opnieuw te bouwen. Wij hebben maar 1% van de data gebruikt, want meer data hebben wij niet dan zij. De machine heeft, dat is ook een neuraal netwerk, heeft de hele zomer moeten draaien. Waarbij die Google-machine, weten we dat die iets van, hij moet allerlei iteraties draaien. Hè? Die heeft iets van 1000 iteraties gedraaid. Wij hadden er maar iets van 65 gedraaid van alles. En hij moet steeds opnieuw doen om die gewichten allemaal goed te krijgen. Uiteindelijk zijn we daarin geslaagd om hun resultaten nu te publiceren. Dus nu hebben we het ook zo gepubliceerd van, kijk, hier is niet reproduceerbaar onderzoek. Maar het kan ook met minder. En van ons kun je alles krijgen. Maar dit is maar één voorbeeld. En dit gebeurt gewoon de hele tijd. Dus dat gebeurt in de medische wereld, overal. En ik denk dat de wetenschap wordt hier tegengehouden. Onderzoekers kunnen niet meer publiceren, want hun resultaten zijn niet zo goed als die van Google. Of ze zijn niet zo goed als van een farmaceutisch gesponsord experiment. En er is geen transparantie, we leren daar niks van. Dus, en ik heb zoiets van, ga jij je geld verdienen en laat ons gewoon wetenschap bedrijven. Bemoei je er niet mee. Merkt u dan ook... We moeten langzamerhand naar afronding toe, dus misschien nog ruimte voor één laatste vraag vanuit de zaal. Ik ben Thomas Gallee, ik ben psycholoog en ik vroeg me af hoeveel rekenkracht de huidige computers hebben in vergelijking tot wat ik tussen de oren heb. En de daarop volgende vraag is, als we met betere computers, dus quantumcomputers, en daar een neuraal netwerk van maken, komen we misschien in de buurt van mijn hoofd? En wordt de computer dan bewust? Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk is er helemaal geen limiet aan... er is wel een limiet aan de computerpower, maar tegenwoordig wordt alles gedistribueerd over heel veel verschillende computers. Hè. Je hebt allerlei netwerken, clusters van computers en allerlei vormen van. Dus als wij iets heel zwaars moeten draaien, nou, het experiment dat ik net over had, draaide bijvoorbeeld in Duitsland op een hele reeks machines. Want in Nederland waren ze niet sterk genoeg, dus we zijn naar Duitsland uit moeten wijken. Zo kun je dus allerlei dingen draaien over, in theorie over alle computers in de hele wereld. En daarmee kun je enorm veel rekenkracht genereren. Of je, ik zou niet weten of wij überhaupt in de buurt komen. Ik dacht dat we dat niet kwamen, eerlijk gezegd nog. Maar ik denk dat niemand het geld zou willen investeren om dat ook te proberen. Nou, misschien iemand als onze Tesla-man of zo. Ik weet niet, weet jij dat misschien toevallig, Bram, als computer? Sistoren en computer ja. Zijn sistoren zijn niet zo sterk als mijn. Nee, dus aantal wel. Maar het zit niet zozeer het aantal. Ik denk gewoon dat wij niet weten wat er in de hersenen gebeurt en dat we dat soort processen helemaal nog niet kunnen simuleren in al die rekenkracht. Dus er moet ook daar nog heel veel gebeuren. Ik denk dat met alleen maar rekenkracht kom je er niet. Dus over de bewuste computer moeten we nog even wachten? Ik denk het wel, ja. Dat is geruststellend. Ja. Dankjewel. Ik zie nog één persoon bij de microfoon. Allerlaatste vraag uit de zaal. Mijn naam is Tam en hoe moet je een pepperrobot programmeren? Hoe je Pepper moet programmeren? Ja. Nou, dan moet je aan Bram vragen. Die heeft daar een... als je een beetje kan programmeren, dan kun je wel een keertje bij hem kijken hoe het in elkaar zit. Dus ik weet niet of je Python kent? Nee. Nee? Oh, dat is een programmeertaal. Die moet je dan wel een beetje spreken of kunnen typen. En daar staan allerlei regeltjes in. En zoals ik al zei, je moet ook heel veel data geven en zo. Maar Bram, kan je daar alles over vertellen? Oké. Okay. Ja. Okay. Dankjewel. Okay. Ja, dank je. Ja. Ja, hartelijk dank. Ik kon nog even de volgende lezing aan. Niet volgende week. 15 april is de volgende Paradiso-lezing door professor Ben Veringa, onze Nederlandse Nobelprijswinnaar, of althans een van de Nederlandse Nobelprijswinnaars. Microbioloog, iemand die of nanotechnoloog eigenlijk, die hele kleine machientjes maakt die in je lichaam ook hun werk kunnen doen. En hij verwijst dus naar de Fantastic Voyage, een film waarin onderzeeërs tot op microniveau worden samengekrompen en in je lichaam allerlei spannende dingen gaan doen. Dus het kan zomaar weer net zo spannend worden als vandaag.
Maar ja, nogmaals, ik wil graag heel graag Piek en Bram en Selena en Leonani danken voor deze ongelooflijk interactieve en energieke bijdrage vandaag. Nog eenmaal een hartelijk applaus. APPLAUS